Going to switch it. Now we're on screen. Normally we have a screen there, you can see the screen and you can see what's live, what's not live, but today there was some troubles with the internet, troubles with the screen, so we're doing it recording, not live. No problem. Sounds good. Huh? Sounds good. So yeah, problem. Sounds good. Yeah. Perfect. So let's start here. We're in Rotterdam at the Photo Festival 2018 edition. There are lots of containers outside filled with good quality images, I think. Yeah, and tonight I have several guests on the table who come by to see what they are exposing and what they are doing and who they are as an image maker. And you are the first guys to kick it off. Thank you. Yeah, brilliant. Thank you. Thank you for having for coming on to the table. Yeah, cool, cool, cool. Thanks for having me. Yeah. Let's introduce yourself. Who are you as an image maker? What image do you make? And what's your story a little bit, so they can see what kind of people we have here on the table. Who wants to go first? Sure thing. I can get us started. Mark? So I'm Todd Forsgren. I was surprised. Go on. I'm a photographer who lives in Washington, D.C. Mm-hmm. And here is a part of an exhibition called Camera Works with these two fine gentlemen here that sort of explores the role of the camera in making a photograph and sort of the pushes and pulls, the limits and uses of this technology in strange new directions. Cool. Yeah, nice. And who are you as a person, and what's your drive to do these kind of things? Yeah, sure thing. So so my first degree was actually in biology, and so I kind of come from a science background and into photography. And so for a while I had and I still do have an active documentary practice where I would make photographs that have to do with issues of ecology and globalization, and lately I've been turning to more of a studio-based practice that experiments with new technologies, and okay. That's what I'm going to show you guys and talk about today, is some of these weird ways that we can twist and turn the camera, how we use the camera. And, yeah. Nice, yeah, we have some pictures ready for you, so we come back to them later. Sounds good. Perfect. And on this side of the table. Okay, hi, Mark Redford. I live and work in the UK, in Derbyshire, in the centre of the UK, and likewise I did my education through University of Fine Art Photography Education, where I met Todd over in the Czech Republic, where we studied for our masters at a place called Ujep, in Ustavodleben. My work primarily still works with analog photography, moving over to digital as and when we need it. Wherever. And I teach photography at the University of Derby, but I primarily teach analog photography over there and dark room practice, more traditional methods of photography. We'll come on to talk about our work here now with the Camera Work series we've got for Rotterdam Photo, which is, you know, I'm really pleased that Todd and Michael have asked me to come over with this, because I think it's quite exciting. I think it's somewhat different from what we have, what our containers kind of actually uses the mechanics of the capturing of the and making the image. So it's interesting still. Yeah, nice to see. And on this side? I'm Michael Meyer. I'm a photographer. I'm based in New York. And a lot like Todd, I came out of a very documentary approach to the medium and have been moving more and more towards process-based works and really looking sort of at the systems from the shooting and chemistry stages to now much more sort of the systems behind the camera. Cool. Yeah, and you also brought some pictures and also things brought to talk some about. Pictures, yeah. Yes. Yeah. Should we begin with you, Todd? Yeah, sure. I have some things. Yeah, your pictures are on the first. Great. Here's the one with So this first image was sort of a moment for me that, you know, one of those moments that you're sort of taken aback where looking at an image and making an image sort of blend together in a strange way. And so this photograph was taken walking along the Potomac River just south of Washington, D.C. on a really foggy morning. And I pointed my camera across the river as these three geese went by. And took a snap and couldn't see the horizon, really, really foggy day. And those droplets of fog kept on landing on my camera's, or on my phone's screen. And each one of those little droplets created a little prism that split the RGB of the computer screen into little rainbow droplets. And so I guess it's that sort of investigation that I've continued here in Rotterdam, is to sort of
look back at the machine making the camera, the images, and see how we can really push that machine in new ways and sort of take a special joy in that process of image making. Yeah. Look what the limits are, things like that. Exactly. Yeah. Yeah. Cool. Mm-hmm. I have the next one. Another piece that I just like the camera has its limits, so do as our eyes have their limits, and there are different ways that our eyes break down. And so this is sort of an imagined breakdown of eyes and breakdown of sight of my grandfather. So one of them had macular degeneration, where sort of a black spot appears in your vision. One of them had cataracts, where you get this sort of white hazy sphere in front of you. And so using masking in front of my camera's lens and pointing it out to Lake Erie, where both of them spent a lot of time when they were alive, I recreated this process of getting macular degeneration and cataracts to explore how our eyes are also break down and have their own limitations. And sometimes photography can help us to escape those limits, and other times it creates a new set of limits that we need to figure out how to push and escape. Yeah, I understand. Yeah, cool. A nice one for you. Also, this one. Yeah, so. This third image also relates quite a bit to the work that we have here. I think all three of us are very self-conscious about the point of view of the camera and that sort of single all-seeing eye, you know, one less point of data coming in than the two eyes that we have as human beings. And so this third image is actually taken of the five different images that we know of the tank man as he faced off in Tiananmen Square in 1989 in China, all taken by different photojournalists, four of them standing up on the Hotel Beijing balconies, and one of them that was released actually 20 years later down on street level. But I've combined these five images into one photo where that tank man is in this sort of central point, so we sort of all get filtered through that point of view of that single figure. To the single tank man, and then radiate back out as the perspective of the tank's head in different directions based on those different viewpoints of those different photographers. Nice. And how many images is it? Five in total. Five in total. Cool. Mm-hmm. Yeah. Three cool square where you go straight to the tank. Yeah. And that piece in person, I'd seen it recently. Todd had it at a show in Brooklyn. And the piece has this real presence to it and this real surface layer where you almost feel like you're looking through the layers of it. It's really the screen doesn't do it justice. No. you need to see it in person. Yeah. Cool. Nice, man. Thanks. Yeah, those were your three images. Those were the three images. Not yet. Maybe we can do it later on. The time is expanded because of the internet problems and things like of that. Course, so I need to get a little bit of time with you and the other guys. So if you don't mind. No worries. Yeah. Perfect, man. Let's go to Mark. It's okay? Yeah, it's good. Okay. This is your first photo. I think these the three images that we'll be seeing tonight should kind of, you know, take in the holistic sense of it. And this is an ongoing piece of work. It's been going for quite a few years now. And it will keep rolling on while I can discover these cameras. But basically I go and I look for analog cameras, any size, any format, and just seek any out that I can find in flea markets or antique sales or car boot sales that we have in the UK, charity shops, that type of thing. But I always look for ones that have got film on them, and I do a few little tests to ensure they've still got film that's rolling on with exposed film. And the whole premise is really to find latent images that are just sat there waiting to be discovered. Yeah, so I take them, I take the camera, and then I print the film from the camera, which is a high street process, just as was intended for the original use of it. Mm-hmm. And then I change my perspective to be one of the editor, to select the image from the series of images I see, and then I move on to be, in this instance, the curator of these images, where I take them and I present them with the camera that captured it, and with my own personal, very subjective view about the image that I would like to see presented with that. Now, very often they do illustrate a few, you know, errors and flaws, but what I'm really interested in the fact is that the importance of these images and the scenes that people saw
prompted them to lift a camera and shoot one of their 24 or 36 images, mm-hmm. you know, to capture this and put it to one side because they want to keep those memories. But then those cameras either get lost or put to one side, get sold. Yeah. And then end up in your hands. And I do kind of view myself as this kind of photographic archaeologist from taking this, dusting these things off and bringing the layers open and presenting them in that way. I found it quite intriguing the way they've gone. I think the response here has been very good as well. People have kind of bought into this, and initially they do sometimes have an element of humour about them. Mm-hmm. There's some of the images, you know, where you've got grandparents holding children and people holding children, very important scenes at the time, very important personal familial scenes, and then they just get lost in time, you know, and it's nice to kind of resurface those. Are we going to talk about Rotterdam Photo a bit more about what we're presenting or not? Yeah, you can talk about it later. Maybe we can do it if we show the photos and then we go back to the. I like that. So that's the kind of perspective. So maybe, you know, if you show some of the others, there are some errors, you know. Happy father, you know, with his child. He's not got the happiest face, but you know, he doesn't like his punching his child. But, you know, so that's my take on it. But yeah, again, likewise, we take these cameras and I never know what I'm going to get. That's the excitement of this. Yeah. And hidden treasures. It is different because obviously outside of this field, I'm going and making my own images, I'm printing my own images, I'm exploring other creative avenues. So actually take these on board and be the editor curator. It's a different perspective, and I think we're getting a renewed excitement from that. And I just like the idea of prompting people just to go back and revisit some of these things and just bring them out, and just unearth them. Yeah. Again, yeah. Super cool. Yeah, and like a double exposure. I think somebody basically has just taken that camera, shot the roll, and they've either reloaded the same roll, not realizing, or they just opened the back and it's rewound and started again. You know, or miscounting. Yeah. We're talking the point and shoot cameras, simplest terms of it. But again, there's something stimulating these people to create these images, and that's what we're all here about. Anyway, we're all about creating imagery. You know, so it's really cool to just display them. Yeah, sure. So it's not your pictures, but you create them. The mine, though. Now you're mine. You bought them. Yeah. It's your little treasures. But again, we're kind of presenting those, and I kind of like that. You know, there's a little wry smile now and again with some of these images. But to see them all up there, with you know, and obviously the image in the camera becomes the item. Mm-hmm. You know, that is the piece. The combo. Yeah. Really nice. Cool. Thank you. Let's go to you, Mike. Okay. I've got your pictures here. Maybe you can explain first what you do, and then they understand the pictures better, maybe? Yeah, so these are a series I've been doing. It's under the working title Single Pixel Cameras and Single Pixel Pictures. And I've been doing this work about 10 years ago or so, where I was running film through the camera and making roll length negatives, mm-hmm. Where everything was kind of in motion relative to everything else. It was all about time and how we experience time. And I showed it to another photographer who I knew, and he was like, well, it really just feels like a very Western sort of timeline-oriented kind of thing, reading it left to right. And I thought, oh, yeah, that's really not working quite entirely the way I want them to. And so I kind of set it aside, thinking, okay, well, how am I going to make it do what I want it to do? How am I going to really create these sort of immersive images that really get at how we feel and experience time, mm-hmm. but in almost a non-visual, non-linear way, which is extremely hard since that's how we. But I started doing this data bending research and how I could bend my images into sound and create installations. And that led me to something totally different. And so I've been making these essentially single pixel cameras that use a photodiode or other similar light sensing input, mm-hmm. Running that through audio synthesizers and audio amplifiers, and then recording them as sound. Yeah. So I'm recording light as sound through this sort of data bending process, and presenting it both as the sound itself, and then also analyzing those sounds through a spectrogram program that, as Todd I'm sure finds amusing, is actually meant for analyzing birdsong. I'm a bird watcher. Okay. that's the... The clues. Yeah, that's the clue. So these images that you've got, they're a sampling of those. And so what these are doing is they're really looking at the, you know, there's a bunch of information in them about the environment, mm-hmm. And it's a sort of visual representation of the light in front of the camera at the time, but it's not actually necessarily a photograph per se. It doesn't
it's not what we expect the photograph to be, but it conveys a lot of that same information. Yeah. So you get a sense of what kind of lights you're looking at, how bright those lights are, how long they're shining for, because this is, again, a single pixel over a period of time. In this case, these are, I think, about 2 minutes in length. Mm-hmm. And so that, I mean, so there, again, it's, if you know how to read it, you're getting a lot of information in the same way that if you know how to read a photograph, you're getting a lot of information. Yeah. But it's been bent in this way that you really have to work at it to get that info. Cool. Yeah, it's a nice installation. You don't have a picture of the installation, but you can see it here in Rotterdam in the container. It's on the wall and it's like with wires and all this stuff. Yeah. Yeah. So it's really cool to see it. Yeah. I will pick another one for you. Please, yeah. This is this one. Yeah. Do you see it? Yeah, so it's funny, you see the two of them, and I mean, part of it also for me is, you know, as photography's become digital, and as we've given up a lot more control to the camera and to the makers of the cameras, mm-hmm. I mean, we always gave up control to whoever made the film and whoever made those decisions, but it's even, I think, more so now, and we give up control of how we disseminate those images and how those are, how we consume those images. So for me, part of it's the interest in like creating another black box, mm-hmm. Where we're not quite sure how things are going in and what's going to come out. So these two images, one is a very straightforward or fairly straightforward amplification circuit. This one's through, this is actually a circuit designed by a guy named Mike Rucci. And it's designed to compare three different inputs, optical inputs, and then creates, I think it's a square wave out of them. So it's a very different kind of process. So even though I'm on recording in a very similar kind of subway environment, mm-hmm. it's a totally different different image. Different image than the other one, yeah. And you have another one here? Yeah, so again, this one's from that same circuit as previously. Mm-hmm. It's just a longer time frame. And sort of also the more you go into these and the more finely you sort of analyze the sounds, you get these very different kinds of things out of them. So. Yeah. Yeah. So those are very fairly similar. Do you can predict the outcome of this kind of pictures? I can't. Mm-hmm. Now you know, and you search, you research it. Yeah. Yeah. You know, I'm sure someone who has a you know, a lot of the stuff also when I've made these circuits, I'm getting help from other people or doing research online, and so people who understand electronics and synthesizers and you know audio recording better might have a better understanding of what's how to predict that a little bit. Mm-hmm. But because of, again, the data bending, there is sort of an element of chance to it as well that's not necessarily going to be as predictable as it might be as if you were working either strictly in photography or strictly in kind of the sound world. Yeah, yeah, nice. Real cool. You had early on, you said the mission when you are standing here. Let's talk about that a little bit. Oh, yeah, so obviously, yeah, the Rotterdam photo. I kind of. The way they're presenting this, I think we are engaging with people quite well, really. And I think we're one of the few containers where we've actually got cameras and the hardware relating to photography in mm-hmm. them, and primarily. And there's a booklet. I've got it here. Yeah. Little booklet in there, yeah. So we I think people are intrigued by the fact that they're actually seeing film cameras, and you know the devices that create this capture. Mm-hmm. And I suppose to a certain extent we're bringing about some truth behind this, you know, about the process of this. On a personal level as well, I've started, when people have been interested and engaging with this, I've been giving them a camera with some film in, mm-hmm. and saying, go and create images. Yeah. But the idea with that is always to bring them back to what we're doing. And if enough images come back and enough rolls of film come back, you know, I do protect the fact to make sure they don't steal it. But when they come back with this, the idea is then that may well prompt or promote another show on the back of this base, and it could be a perpetuating thing where people are going to come and get the stimulus from seeing all the work, you know, not just the work we've got, mm-hmm. but when they come in there, this is a device thing given to them, they've got the tool in their hands to go away and create these images. Yeah. We all have phone cameras and everything. Everyone's a photographer nowadays, aren't we? It's just about looking in a different direction and trying to stimulate some thought and some ideas into that. And if we can do that, I think all of us agree that, you know, that's the way to go. We want to keep this thing going and going. You know, it will develop, it will go every which way. But, you know, I think we're quite passionate about photography and image making. And I think if we can capture that
and then just spread it again, you know, keep going and keep going. It's an ongoing, isn't it, you know? Yeah. It's a different kind of perspective on photography, how you do it. Is there a way other people can do that as well, or can be doing the things you do, if you understand the question a little bit? Yeah, you know, I think it's a... The goal is that looking at our work, they'll hopefully become like self-conscious about how they use the camera a little bit and start to consider this media that, as Mark says, you know, we all have access to, we all sometimes consume without thinking about it. And so I guess I hope what people get out of looking at our installation is to start thinking about these tools that we use every day. Yeah. And I think that's, you know, all you have to do to start making this work that's sort of about photography ontologically. I think everybody appreciates a beautifully rendered image, you know, wonderful focus, wonderful exposure, a straight image. But it doesn't mean that you can't play with that image. It doesn't mean you can't twist it and turn it how you wish to put your perspective onto those things. And I think if we need to loosen up education, we need to let people to realize that they can bend and change things how they want to see it. Yeah. And then they're presenting a representation that they want to visualize, they want to imagine. And it's no less important than the other image. And it's just like artists have done through the whole canon of art through centuries and centuries. We're just twisting and turning that, you know. And in my view personally is that the photography was invented by amateur scientists, and they came and they experimented, they wanted to capture this thing. Yeah. And then artists realise they can be scientific, you know, they can use this. And then it's gone the whole circle, it just twists and turns, you know, and you might have a digital camera, you might have a film camera, you just use them as you wish, you know, and just let it all merge. And if you find something that's visually appealing and you present something that's visually appealing to yourself, or, you know, then you may gain a wider audience. And it's just, I think it's about people having a bit of an adventure and not completely play to the rules. Mm-hmm. Yeah, like Bentham. We're not all onto the bendable thirds all the time, you know. And some of the images I've got, one of the images has got a really bad horizon, but the figure in there just is really appealing, and it kind of just goes away from the convention, and it kind of just works really well. So and that's pure chance, you know. It's a found image. So bend the rules and stick to just play with them a little bit. Play with them a little bit. And experiment with the cameras as well. Because it's really pushing the boundaries with this stuff, you know. It's kind of, I see it like as an experiment. You put it all together, or you. I think it's also about being open to different kinds of photography. Mm-hmm. And that's not necessarily wild and crazy ideas that are way out there. Right now, at the photo museum across the way here, there's an exhibit of photo books that one man collected over 50 years or so. I was really surprised by how many like corporate publications there were, and how many children's publications and government publications. And there's so many different ways to use images, and they're all around us all the time. So really just being open to what is interesting about how those images are being used is the way to find those questions and to ask the questions that you want to find answers to. And maybe that means you make your own cameras, or maybe it means you go find cameras, or maybe it means, you know, whatever you're going to do. I think being open to that creates those questions and lets you see the broader picture of photography. It's not just it really should be more than just kind of pictures on the wall. You know, it's how do we get them out there to open people's eyes and to perhaps create change, or to at least make people more aware. I find it the good words to end this little chat with us, I think. If you don't mind. Yeah, I see the time, it's like 8:37, so the next guest will be arriving soon, I think. Good value. Thank you so much for having me. Thank you so much for coming. Normally I do this 2 hours with you on the table and we go deeper in, but now it's like all the guys in the containers coming like in half an hour, and I had the problems with the internet, We'll go deep next time. Okay. You're always welcome with Café Obscura, so if you are in Holland, here again, and give me a call. Subscribe to Camera Obscura. Maybe. Yeah. And to you guys, I will put all the links in the description below. Wonderful. So they can see it and all the things like that. Yeah. Thank you. Have a good one and come to Rotterdam. They are in container 16? Yeah. Rotterdam. Perfect. We're here for Sunday, so come and visit. Okay. Yeah, thank perfect. You. Thank you guys. Cheers. Bye-bye. Ciao.
This is live from the Rotterdam Photo Festival 2018. You are the second couple on my table, so nice to have you. And normally we introduce ourselves, what kind of image maker are we, who we are as people, and what kind of imagery you do and what you make. So who of you, you want to begin? You are sitting here first, so. Okay. Yeah, it's okay. Tell us a little bit about yourself. About yourself. My name is Fabian Albertini, and I born in Italy, and I'm here in Rotterdam Photo. My work is about two wonder, and all the pictures are about some pictures that I take for myself in our planet, and other photo I take by NASA in the website of NASA, okay. But I manipulate it for to mixed what is fake and what is true. Mm-hmm. Nice. Yeah, you have some pictures with you, so we can take pictures later on and discuss them. Yeah. Yeah. Perfect. And on this side. My name is Shraddha Barauke. I am from Pune, India. And I am currently living in Rotterdam doing my Master of Fine Art at the Piet Swart Institute. And I consider myself a lens-based artist. So I start with photography and then I build upon it either sculptural layers, working with other mediums such as dance theater or ceramic medium, collaborating with other artists mm-hmm. to see how we can create a dialogue around images. Yeah. And I shoot a lot in India because I feel like the landscape is very vibrant with a lot of like messages and codes that are universal, and specifically for the series I'm working with how you can see the traces of the earth and the forces like wind or water or fire or human intervention upon urban and natural landscapes. Nice, good to hear. Yeah, nice. You have some pictures as well, yeah. So we can show them to the guys, mm-hmm. and we can begin with Fabian. Yeah. Yep. Here it is. I will put this one as first. This is the first one. This picture is made, for example, this kind of work. But to understand what is real and what is not, you need to read the title. Mm-hmm. Now, in this case, if you read the title, you understand that we are in our planet. But I make it in negative. Mm-hmm. Now the picture I made myself, but I put in negative in digital with computer, yeah. And for example, you can think is Mars or another planet, but it's not. No, it's just like here on this planet. Yeah. Yeah, this is California. Nice. This is, for example, is another picture that I made. You can think is, for example, another planet, but is our planet too. Is a stone. If you saw the title, is 1 meter. I take one photo in a desert with one stone, the shadow, and I put in negative color. Ah, yeah. Now I see it. So you put the photo is like in the desert, yeah. Like brown, and then you put it in negative, yeah. And you get the shadows there. Nice. It looks like a planet. Yeah. 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 Really cool. And this one. This other picture, I made myself, but I create the light with a computer. Mm-hmm. There isn't. This okay. doesn't exist. No. And I create this light with some skill in a computer. Okay, nice. So it's like a digital art. Yeah. Like yes. Now I can understand your pictures a little bit. Yeah. Cool. This one is like in a desert, I think. Yes. In the negative. This is another desert, yeah. But we are in Brazil, mm-hmm. because I lived there for 17 years, and it's in Maranhão.
is a desert, and I make this picture too, and I put in negative form. Yeah, nice. This is the last one, I think, yeah. From the series. Yes, this is another picture that, if you saw, it is a more example for ice and this blue and it cold planet, but in reality is not. It's hard. The color in reality is brown. It's brown. Oh, yeah. Nice. And it became like a ice, blue color. Yeah. Like it's ice. I like a lot to make my picture to the people that are disconnected. They didn't understand what they really see. Mm-hmm. Yeah, make it not almost not a reality. Yeah. Yeah. And okay. Like the colors are make it like it's on a planet or things like that. Yeah. But if, for example, I start like a fashion photographer 25 years ago in Milano. Yeah. And I work a lot for magazine, advertising. After that, I start to my job, my work with contemporary photo. And now, for example, I saw yesterday that I win a prize in Italy, in Venice. Mm-hmm. It's Art Prize Laguna. It's an important prize, international. Cool. So you hear it here? Yeah. You have the prize, yeah. In this cold weather. Yeah. Yeah. Really and cool. We have an exhibition 17th of March this year. Okay. Oh, good to know. Mm-hmm. Good to know, yeah. Nice pictures, I like them. Yeah, and I understand them now better with the explanation. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Let's do some pictures of you, I think, yeah. Otherwise we don't have time enough. So here they come. This one is the first one. Well, this one I saw this this is a scaffolding of a building under construction. And when I saw this, I was very, very fascinated that humanity has gone to such a point that they are making clothes for a building. But still, like the way the scaffolding was left, that this fabric that was actually meant to protect the cement over time was collecting dust, mm-hmm. and it created its own texture, and that was a texture of all of the time that was passing by. So I always look for these traces that on one hand, like we are these natural beings inhabiting this planet and we're creating this material, and but when we let the material be, mm-hmm. like it takes its own history and it takes its own journey. Yep. And I find that very interesting in terms of like what stories textures tell. Yeah, really nice. This is a good story. Mm-hmm. There's a lot happening. What's the next one? Yeah, so while I was exploring like the urban part of my city, I came across this very interesting cove in the middle of the center where are these buildings with shops and malls and glass facades. And there was this cove where people were living like village lifestyle in one of the most hot properties in the city. Mm-hmm. And there were these little huts around, and I went inside and I asked the people like, what's happening here? You know, this is a whole other life that people who are buzzing by don't know about. Yeah. And it turns out that they were migrant workers, and again going back to building and construction, that there are a group of people who migrate and they go and they live somewhere else and they build cities for other people. So I was very fascinated because this woman was combing her hair, her mother sitting on the porch, and again like photography being this medium where you can really freeze time. Mm-hmm. I really found her hair to be like so full of vitality, you know, like really thick and black, and she was combing her hair that I asked her to perform for the camera, and this was a moment that caught me basically. Yeah, yeah. I understand, yeah. Yeah. And it's like a real strange place because of the contrasts. Yeah. 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 This is the other one. Yeah. So again, there's everything is about the flux in this entire series that I've presented.
because what I'm sharing is one of the ancient spiritual sciences of India that basically talks about the five elements, which is earth, wind, water, fire, and ether. So I always felt like, and basically what this philosophy says is that everything is the five elements, like including the internet. Mm-hmm. There's copper cables that are transmitting information, there's server farms which are filled with these things which are made from the natural material that we've excavated from the earth. And then we are again just taking what's there in the universe and the cosmos, and we're just kind of like your work, you're taking what's already there, but you're sort of making it into something else that gives another message. And all of this, because it was part of a grant which looked at sustainability and environment, I was finding these moments where this contrast is there, that there's this huge tree and it's giving refuge to piles and piles of rubber tires, you know what I mean? Yeah. Yeah, India is full of these kind of... Full of contrasts. Yeah. Yeah. This is a nice one. Amazing. Yeah. You know, what is it about the stillness? You know, there's a stillness, but even in that stillness, there's a story. There's an abandoned van. There's the dust and the mud, and like earth's processes are just working upon this material. But the big question is, we've excavated the iron, the steel, all of this oil and everything, and we're transforming into other things, and then we're just leaving them, and it's not integrating back into the ecosystem. Mm-hmm. But then it's also like part of this like urban ecosystem, so it's very confusing, I think, especially when you're trying to go and express something where you are implicit in this pollution and mass production and manufacturing and carbon footprint. These kind of moments are really, they confuse me. Mm-hmm. You know, how do I feel as a conscious citizen about all this trash that is just piling up everywhere, and where is it going to end up? Yeah, where it is ends. Yeah, I understand. I think we have another one. Yep. The piles of tires as well. Yes. Yeah, with the animals. Yeah. Yeah, and they are tied to the tires. Yes. Yeah. So very, again, it's also like the people who are in power are making these decisions for the entire world and non-human species as well. Mm-hmm. And again, it's so much about observing these moments and saying that, I mean, in a developing country, you will see this in front of your eyes because still the infrastructure is not organized. So I was really just trying to capture this a sense that it's not only the reality of there, but it's our reality, and what do we do with this? But still, also there's some funny moments in here. Yeah, this is a funny picture. Because life is also a little funny. Can't always be so serious about it. And just where is that? Is this all these in-betweenness? Where are we in all of this? You know? Yeah, I understand. Yeah, really nice. Cool. It was a good kind of pictures to see from both of us, from both of you. Yeah, mm-hmm. Yeah. Which container do you stand this weekend? The I'm numbers. In 17. 17, and you? I'm in 14. 14. Yeah. You must come see the ladies. There are lots more photos. Or are these the photos that are hanging in the container as well? Or do you have more photos with you? I have some other photo in the iPad, mm-hmm. to show if someone want to show. See. And there is other, I have one backlight, very interesting, and another picture in the container or in iPad. Nice to show. You can show, come around and ask you about the pictures, and you can tell the stories. Yeah, the same for you, I think. Yeah, I have a little artist book that's in the container, so if people want to see more, they can browse through the book, and next to that is also the book of the curator who envisioned this project and
invited other artists for this grant to look at these five elements and bringing out another truth of ancient sciences or ancient philosophies that address this. So there's a lot of variety in there. Yeah, and it's nice to see. Yeah. Do you want to give some of the viewers some advice or something to give them to make their own pictures or choose their own paths in this kind of photography? Because your path is like from the industry of the fashion, yeah, going to this. And the advice is that because I'm teacher too in Brazil for 12 years. I'm teaching in school, and the advice is to don't have a talent is important, but to have a perseverance is so important, and with passion and to be serious, mm-hmm, because it's a real job. Yeah, it's a real because there is a lot of people, they take picture, and they think it's so easy. It's not easy, a hard job. Yeah. In the full-time job. Yeah, if you go full-time, must go away. For me, it's my life, and I love it. And nice, yeah, you can see it in the pictures. Yeah. thank you. And you? Well, I mean, I would say to everybody that we're all unique, and we all come with a very unique perspective. And of course, this is so important that you said perseverance is so much part of actually believing in your vision, mm-hmm, going with your instinct. And I think going with your instinct has a lot to do with the fact that there will be many times when you will look at photography that's around and you feel like you have to create something that fits in. But I think it's more about understanding that a unique eye sees the world in a way that someone else cannot, and to really stick to that and really sort of push it, in the sense that to bring something that you know inside of you into an image, and then that image can become like an amazing message for someone who doesn't have the same reality. Mm-hmm. Cool. Yeah, nice words to end the show, I think. Yeah, pretty nice. Really nice that you want to have come to my table and talk about your work. Thank you. And it's like a little bit shorter in the normal setting. Normally I have 2 hours with the people on the table, so we can go deeper in and show some pictures and more. But this was the quick version, so I liked it. I love the pictures, mm-hmm, and I love you having on the table. So thank you. If you want to see more, come to the Containers here in Rotterdam. There are the whole weekend here, Saturday and Sundays. Saturday evening there's a photo talks here, and Sunday it's till 1800, I think, and then it's closed. Right? So thank you for having me, being on the table. Thank and you. See you next time. Yeah, okay. Bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Mm-hmm. Because I'm always freaking out in front of the camera. Always? No, just talk with us. Stick with us, and that's no problem. Okay. Don't leave the camera there. It's not there. It's not there. So, welcome to my table. Yeah. Nice to have you. Nice to have you guys. Yeah. Thanks for having us. Thanks for coming. Normally we introduce ourselves. What kind of image maker are we? What's your name and what you are doing? So let the ladies begin. I think it's smart. Well, my artist name is Alexa Moon, and I'm a fine art photographer, originally from Russia. Now I live and work in Germany. Mm-hmm. So I guess that's about it. Nice. And what's your imagery about? What kind of pictures do you take? Well, usually fine art. I'm trying to focus like in more artistic type of photography. I'm trying to express myself. I do a lot of self-portraits now, mm-hmm, because I think it just helps me a lot to express myself, yeah, in a certain way. Nice. Yeah. You bring some pictures with you. Is it self-portraits or is it a mix of? No, actually I have only one picture of the model and the rest is self-portraits. Okay. Nice. No, we do it on later on, so that's nice. And on this side? And on this side is Alexey Schiffman. And I'm representing here Rostov Photo Gallery, and that's exceptional because most of the show is for the photographers, but my gallery is built in the same way as the Rotterdam Photo Fair, mm-hmm, so it's for emerging photographers who don't know and concentrating mostly on the street photography, mm-hmm, and the purpose of the gallery to bring the emerging young artists from
internet and from the online media into gallery space. I give them a chance to start being more established. And that's how I met Alexa. Yeah, and that's, we are working already more than 1 year together. Mm-hmm. And yeah. it's quite fruitful collaboration. Yeah. Nice. And you have many talents in your gallery? Yes, naturally. Yeah. All of them are talented. Yeah. Naturally. Our gallery is open already 2 years, and I show every month and a half, a new photographer. Mm-hmm. Sometimes it's already quite established, names like Sandra Jonkers, who is one of the top Dutch street photographers. Or sometimes I work in just graduates of the school, or people who just doing a perfect photography, you know, without any education, but they have the vision and they have the sense of photography. Yeah. So I think, okay, you know, it's perfect. It has some truth in it, and that's photography is for, to find some reason. Yeah. That's the theme of the exposure, fake and truth. Yeah, but it's all about art. Mm. You know, it's, you can have fake truth and love. That's a good one as well. No more subjects. That's a good one as well. Yeah, yeah. Yeah, you brought some pictures from yourself, and I think you will expose the pictures, I think, in your gallery. Yeah. So it's here in the container as well. The pictures. Yeah. Yeah. And which container do you have? The number 20. 20. Number 20. Yeah. Okay. Yeah. We brought 6 pictures with us for the show. Perfect. Perfect. So if they come watch us here, that's number 20. Come. Nice. Nice. Now let's show some pictures of you. I have you here, Alex. The big picture is here. Yes. This is the first one. This picture is called Spread Love. It's a self-portrait, mm-hmm. and I quite like this picture, so I just wanted to show with this picture that I think in our world we have lots of hate, we have lots of wars, and I think at some point human society needs to realize that love is a lot more important, and I think together with love we can achieve a lot more, because wars never brought us anywhere, like Second World War just destroyed Germany, all the other countries. Mm-hmm. So that's what I want to bring with my art, just love each other, be happy, and yeah. then we can make a world a better place. That's fine by me, yeah. Yeah. And that's why the colors are in it and the poses are in it. Yeah, so that's like I'm trying to show with my hands, just spread love, and like spread love, giving you love. Yeah, that's to all the world, yeah. Yeah. Nice one, really nice. I've got the next one. This is one with less love. Yeah. Quite a different picture. Yes. It's like different from the other one, but a nice one as well. Yeah, it's a self-portrait as well, this one? Yeah. This one is called Loneliness, mm-hmm. and that's, I made a series about loneliness, and that was the final picture. And I want to show here, like, I'm breaking free. I don't want to be lonely anymore, so skull is my loneliness, and I'm like, going away. I want to be free, not lonely anymore. It's, mm-hmm. it's the past. Yeah, so this the skull is there for, and your face is on the upper side, I think. Yeah. Yeah. So it's no Photoshop, it's just like long exposure. Yeah, a double exposure, mm-hmm. or a long exposure? No, long exposure. I think it was like 5 to 10 seconds, something like this. Nice. And why the choice of black and white? I love black and white a lot, but when it works, when the picture looks nice in black and white, then I always do it black and white, but sometimes just colors, like with the previous picture, Spread Love, it has to be in colors. Yeah, it had to be in color, yeah. Yeah. Like the pink and the... Yeah. And the, yeah. But yeah. If I have a chance to make it black and white, I always make it black and white. Yeah, then you choose, you take the picture and then you choose it like it's color or black and white, you change the screen and then... In Photoshop, I do work, of course, a lot in Photoshop, and then later on, I see what works the best. Next picture. This is the next one. Self-portrait. As well. As well. Yes. Nice. It took me probably 2-3 days just to make it right. Mm-hmm. Like I was standing at home in front of the backgrounds, you know, because I had to make the pose right, the face right, and all the material, the fabric right. And then, it took quite some time to make this picture. Yeah, and how do you normally prepare for such a picture? Well, I have lots of fabric at home, and I like to use it. I like to cover my face with the fabric. I just think it's more interesting because I want people
So people don't know what's happening in there. It could be sculptures, it could be a painting, it could be a picture. So I want the viewer to see themselves, because I think if I leave my face there, it will distract. Mm-hmm. And so I just prepare, I play around, I jump a lot with all these materials, you know, do some crazy stuff. Yeah. And then I check later on which works, which doesn't work. Yeah. But yeah, it's always lots of fun. I think my neighbors hate me because I always like jump at the fabric. They're looking all the time, what's happening there? I don't have any party or what, but... Why photography is about jumping? It's all about trying out things, yeah? New things and other things. Yeah. And yeah. What's the meaning of this picture? Is there a story behind it? Well, it's also from the series, and this one is called Release the Fear. So I wanted to, it's actually a really personal picture because we do, I think all of us, we have some fears in our life, and I do have some fears as well. And I wanted to make this picture actually for myself, just I'm releasing the fear. I set myself free, so this fire and smoke, it symbolizes that it just goes away, and I'm free and I'm enjoying my freedom. So that's kind of nicely said. Personal. Yeah. Yeah, I see. Yeah, really nice. And how does this work sell in a gallery? Or how do you sell this to the customer? I should tell you all the secrets. Maybe for YouTube it's too much expensive. Yeah, maybe. I have interested clients and they build up things which are already established. So I have interested people, and what also not interested me, not only to sell, but to promote a photographer and to work for the future more. Mm-hmm. Now Alexander is kind of developing in nice direction, so I'm very happy, and it's really, I see that I'm working with artists and artists getting a new direction, and I see evolution, and that's main purpose of the gallery. Mm-hmm. It's to explore the new limits and to give the artist, don't show me your final result, but I want it to be a part of the process. And that's the more main purpose. And there are naturally the clients which are or interested people who are collectioners who are coming, and they say, oh, that's how I feel. That's my life experience. Mm-hmm. And that's actually the click moment when I say, oh, okay, I want to have it in my house because that's about me. Yeah, they feel the chemistry. Connected. They're connected. Yeah. Because it's not only beautiful picture, but that's about my life. Mm-hmm. Yeah. And that's the most important photography, to find this moment, to how to express it. Yeah. And you earlier mentioned, do you guide the photographers to the work they make, or? Yeah, because often the photographers are coming, they have all the knowledge about photography, they know how to make a perfect picture. Mm-hmm. But then I say, okay, what kind of paper do you want? What kind of size of paper do you want? Do you want it to be framed? Mm-hmm. Okay, not framed. How not framed? Okay, framed. What kind of frame? Okay, if it's printed, then it's glossy, not glossy. So it's coming thousands of questions immediately. And where to print it? How print it? You know, which kind of printer? Yeah. It's a process. Yeah, that's actually what I'm proposing as a gallery experience. It's not only open the exhibition, it's all the preparation which builds actually a photographer more experienced and to be ready for the next exhibition. You know, okay, 1 month in advance it should be printed. Mm-hmm. When I'm making a picture, I want already to see how it will be printed, so it's not hazard. So you're absolutely conscious in every step, and when printing house doing the wrong thing, to say, I don't want it, so I don't accept it, or I want that, I'm not negotiate it. That's mm-hmm. what I want, that's how I see it, that's my vision. Yeah. Because making pictures, not only, it's all the process from A to Z. And usually photographers, they stop somewhere and on the level of M. Mm-hmm. And from N to Z, it's kind of lost because there's lack of experience of showing the picture. Yeah. And most of photographers I'm working in, they say, oh, Alex, I never saw my picture printed, even like that. Only not on even the like, screen. Or only on the screen, only online, only digital. I see it first time printed, on exhibition, framed, and it feels so different. I never saw even bad details in my photography, what I see now. Yeah, nice to see. And that's all about making the exhibitions, and that's why a festival should exist. Yeah, I think so as well. Yeah, I think printing is like an, it's the end product. It's a given a life finally. Yeah, it's the end product of what you mean. Yeah, and I think the digital age tempered that a lot. Yeah, it makes it easy, but it doesn't make it better. No.
just simplifies that you can be in Facebook or Instagram or in other social media, but still your art and you want to speak with audience, not with your screen count and likes. Yeah. No. Still you want to see the eyes of people who enjoy it, who don't like it, to say, come on, why don't you like it? Or thank you for the compliment. Mm-hmm. Yeah. And that's still important. That's what matters in art. That you change somebody's life. Yeah, I think as well. Not life, but just some vision. You move something. Yeah, yeah. Is it? Do you have seen your work hanging with clients in the end result or in their houses? In their houses. Your own work, for instance. No, not yet. I had a few exhibitions, but yeah, like in the houses of the clients, not yet. I would love to, but mm-hmm. yeah, I hope this time will come soon enough. Yeah. And I'm also just building myself in fine art photography, because before I used to do different kind of things, like fashion, a lot of commercial boudoir photography, and at some point I had this click, like I want to do things that really matter. So I'm still finding my way in this art scene. Yeah, so you don't have the experience yet of seeing your work hanging with a client? Not yet. I'm working. You're working on it. You're working but on here it. There is a wonderful, because many people are coming and it's also a nice opportunity to show a young artist. Sure, sure. Did you already mention which container you are in? Yeah. Number 20. Yeah, yeah. Is there some kind of a way or tip or things to connect with the gallery as an image maker? Image maker is like a photographer, you do it digitally or you do it with the camera. No, I'm not a photographer, so I can't do everything, so mm-hmm. I need to select for myself my role, and because it was fake and truth, so for my role was more to how to open through the works of Alexa, through the works of Alexa Moon, how to show what is truth and what is fake, mm-hmm. because in her works the feeling is true, but the imaginary world is fake. Mm-hmm. It's her world, which is not real. Yeah. Yeah. It's built. Yeah. But the feeling is true, and because world is fake, it's easy to reveal the pure. It's like a chemical laboratory. So in this perfect environment, you can build exactly that feeling, being not disturbed or something else. And here, me as a gallerist, I wanted to open better this artificial world filled up with the real feelings. Yeah. And that's how my role was. But no, I'm nothing to do with that. No. And any kind of tips from you for the audience, like starting with this kind of photography? You mean with the fine art photography? Mm-hmm. Yep. How to approach the gallery? Something like that, or start with the style of photography, with photographing yourself and experimenting with the stuff. I think photographers, they should believe in themselves. I think that's the most important advice I can give. Mm-hmm. And find your own style, what really matters to you, what brings the most of joy. I think that's how it's supposed to be, the photography. The photographer should enjoy it, and he or she shouldn't be taking pictures for money, of course, we have to do it, but still, you know, you need to have this happy feeling, like what I'm doing when I jump at home, and I don't care if this picture, I will never sell this picture, so be it. I just have my own joy and fun of it. Yeah. And that's, I think, photographers should always remember if they want to continue working on this path, because if they succeed, and, you know, they have a successful career, they can be doing this for 50 years, and if you don't enjoy what you're doing, then what's the point? Yeah, you must drag yourself out of bed and take the picture. Something like that. Yeah, really cool. I think we have a new nice conversation about the gallery and about the fine art photography. Is there something you want to add that I forgot? Yeah, I just wanted to say, if you think you are young and talented, you can always come to Rostock Street Photo Gallery. Okay. Yeah, I will send your credentials and the links in the description of the video. Because I'm open, and that's why it is to give a way. Any type of form they need to contact you? Or no, it's through my email, and to say, hi Alex, I'm young, and talented and cool. I say, okay, my God. That's okay? No pictures? No, please send you the website. Pictures attached. But portfolio, I don't need this pretension. No. Just a good story and a good attitude, and you can talk. Yeah, and I see that photographer wants to be a photographer. Yeah, nice. No, cool.
Okay. If you want to see those guys, they are in container 20, and it's till Sunday, I think. Yes, till Sunday, till 9 o'clock. I hope it's a little bit warmer. Yes, today was really cold. Without snow. I've got the thermo underwear here on this, so. It's warmer here. It's warmer here in upside. But still, it's quite chilly. Yeah. If you sit here like now, I sit here for 2.5 hours or 1.5 hour, you have some chilly hands, but it's no problem. Just go on. Yes, for sure. Yeah. Thank you for having me. Being on the table and having. Enjoy once again. Oh, invite once again. Yeah. Maybe we see each other again in another time or another day. Yeah. It was very perfect. Nice. Thank you very much. Yeah. Thank you. Yeah. Me too. So, container 20, and you can see the guys. And bye bye. Bye. Super. Thanks. Thank you. This one. Okay, live here, round 4 or 5, I think 5, or you are in 5, here in Rotterdam Photo, and 2018 version, two new guests on the table. Just announce yourself, what kind of image maker do you are? Yeah, you present the image maker who was normally sitting here, but present him, and tell us a little bit about yourself. And the image maker, I am representing here Andrei Kesin, a photographer originally from Russia, who now lives in Berlin and works in Berlin. My name is Julia. So I've known him for already 15 years. For the last 2.5 years, I've been organizing his exhibitions, curating his work, and doing all the communication. The communication. Yeah, nice. Yeah, so we brought some works from Kesin, from Andre here, so we can watch him later, and then you can talk about it or maybe the process, how he does it, or things like that. Yeah, okay. Perfect. And on this side. Hi. Hi. I'm Iris Jansen. Yes. I'm from Arnhem, and that's where my studio is as well. I work there. I also work as a communications officer at an advertising agency. So half of that time I'm working there, and half of the time I'm working in my studio. And in my studio, I like to make photographic images that don't necessarily have to be made with a camera. Mm-hmm. So I like to work with analog techniques or digital techniques to kind of mix them together. Okay. Nice. And what kind of imagery, of what kind of how do you call it? The name is not in material. Yeah, and these kind of things. Cameras and things. Yeah. What do you use? Yeah, like. I like to use self-made cameras. Mm-hmm. I like to make them myself with beer cans. Okay, nice. Pinball. Yes, pinball cameras. Yeah, nice. Yes. Nice. I'll tell you about one of the pictures we have. It's also about a pinball artist. Oh, okay. Yeah. Oh, good. Yes. That's nice. Yeah. There's a similarity, yeah. Yes. I brought one, so maybe we can talk later about that one. Yeah, cool. I know quite a lot about pinhall cameras, because a friend of ours is a pinhall artist. And it's like when you drink beer, you always remember him, because this is a camera. This is a camera, yeah. Nice. So you build your own cameras and all your own things. Yeah, nice. Yes. You brought some pictures as well, so we can watch it later on, and you can maybe tell us how the technique is or how you build it. Or I will. Perfect, yes. Perfect. Okay. Shall we start with you, Julia? Oh, I have the picture here already. So here is Andre. This is the first one. Okay, he sent this one. Yeah. it's one of the newest. Mm-hmm. It was made in December last year. So, what do you want to know about the picture? Normally they talk about how they come up to the idea of the picture, mm-hmm. and the style, how they make it, and mm-hmm. what's the purpose of it. Yeah. Okay.
So it was commissioned by private collection. And the idea was to make this picture. And it's sort of Hamlet, I reversed into women's into the women's part, so contrary to Shakespearean theater, where all the roles were played by men, this one is completely played by women. Yeah. So here we have Hamlet in the forefront, and something, Ophelia crying like Miss Denmark, you can see. Yeah. For sure. Then the girl with blonde hair in the top of it, yeah. We got Shakespeare in love, so the author herself. Then on the stage, these are Rosen Krantz and Gildenstern, who are obviously dead, but not now. So, the woman standing behind the curtain is called Ratcatcher. So if you remember this famous moment from Hamlet, yep, he killed Polonia, Ophelia's father, so he cried rats. Nice. So the picture is made as one shot, as usual. Andre always makes pictures as one shot, nothing is edited, of course. Yeah. So, yeah, the lightning as well and all things. Yeah, yeah. Do you use strobes or is it continuous lightning? Flashes. Flashes. Oh, okay, nice. I have another one. This one. It's called the Watchmaker. And actually, one of the examples of Andre's style, when his pictures are described as one-shot movie, because they often look like movie stills. Yeah. So some movies that will never be made. So this is the story of a maniac, obviously, who is keen on watches. That's why he caught the girl and put a clock bomb on her. And so here we have a good detective who is trying to save the girl. So yeah, that is nice. The story. Yeah, cool. I have another one. This one. This one. It's called Hard to Be God. And actually, the name comes from a science fiction novel by the Strugatsky brothers. The action of this novel is set on a distant planet in the future, where Terrans come and control the population of this planet, disguised. Because the planet civilization is now somewhere in the Middle Ages, and the Terrans want to prevent the population from the mistakes they've made. And here we can see that Jesus Christ is sitting in the director's chair, and he's supposed to control everything, but actually, there are so many people around, producers and people like this who are telling him what to do. And so he looks like, he doesn't look like a responsible person, he looks like a tired one. So this is a question of a creator, a martyr. So, it's hard to be God. Yeah, it's hard to be God, yeah. It's a good one, yeah.
Yeah, I like the style. It's like what you say, it's like stills from a movie, mm-hmm. almost, yeah. Yeah. And this is like the backstage. Yeah, this is the backstage, yeah, when you turn around the camera. Yeah. Yeah, nice. You have more works of André hanging in the container. Which number is the container? 19. So you are here this weekend, mm-hmm. and there are how many works there? 8 or 10? 10. Yeah, so you can see them hanging around and yeah. ask you questions about André and his style of work, yeah. I think. Yeah, nice, cool. Shall we go to Iris? Okay. Yeah? Yes. Perfect. This one is from you. This is the first one. Okay. What do we see? What you see is a drawing or a photograph or a painting. Mm-hmm. These consists of photographic paper, and I painted with developer. And after I painted them, I put them in a stop bath, but I didn't fix them, so they are disappearing. In the container as we speak. Okay. and this is a rook, it's a chess piece. Mm-hmm. And it's kind of, the symbolism is that they're standing very still, but chess can be so different. Every chess game is different, mm-hmm. like every life is different. And around the images that are disappearing, I made some prints from the same images that were once like this. And they are kind of the memories of the images that are disappearing. Mm-hmm. Yeah, nice. So this will be disappearing after a while because of this, it's not stopped? Yes. Okay. It's not fixed. And you don't see it, and you don't see it when you're painting it, because you must, or well. No, that's correct. Yeah. Yes. No, I'm completely in the dark. Uh-huh. And I only made one of every chess piece, so you can see every mistake and every funny little bit. So the queen, for example, is completely not queen-like. Mm-hmm. It's a bit funny, and it looks like it has eyes. So I didn't want to make new ones as well, because in this day and age we make 10 images of the same thing. Yeah. When we are looking around the skyline, for example, I see a lot of you people have making 10 images. Yeah. But I like to make just one, and that's it. Yeah. Yes. Nice. Next one. Oh, this is the. Oh, this sorry. One? Which one do you want first? This one. Yellow. Doesn't matter. I will do this one. It's okay. Okay. Yes, of course. Yep. Okay. So this is not the photo. This is not the photo. The photo is the white painted shadow. So I painted the shadow of the thing that was standing there at the dock, and. Every day I came back to make a picture of it, to make a photo of it. So I came back a week later at the same time, but the shadow was already different because of the sun that goes up and down, mm-hmm. and because of the seasons. Yeah. So in the winter the sun goes a little bit below, and in the summer the sun is very high. So every day the shadow of this thing is different, except on the day that I made the image. Yeah, with the painting on the below. The curve. For, yeah, yes. Yeah. You painted there on the street. Yes. Yeah. Okay. So the work is not this photo, but it's more the performance of painting the shadow, mm-hmm. and trying to capture time. So yeah. I'm just kind of wondering, what is a photo? Can this be a photo if I make if I trace the shadow, if I capture a time? A moment of time. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Cool. Yeah. Oh. Wrong one. They don't see it here, so that's okay. No problem. I can make the mistake. This is the one. Yes, this is the pinhole photo. Yeah. I exhibited them last year at Rotterdam Photo. Okay, nice.
And I just brought them today because just to bring the other photos in context, because in this one I also captured a moment in time, but then half a year. So this is a photo with an exposure time of half a year, 6 months. I placed a beer can with photographic paper in it and a little pinhole in it, and I left it for it to just make an image. Mm-hmm. On the left we see the sun paths going up and down, and in the middle is a tree, and in the time the photo was made the tree was cut for I think half of it. Mm-hmm. And that's so why you see it here in the yes. So the thing that's sharp, that is what remained, and mm-hmm. everything else is kind of, it disappeared. So it's kind of the ghost of the tree is still there in the photo. Cool. And this is like having a year, and is nobody picked up the can to throw it away in the trash or something? No. Some people think it's a bomb. In these days, mm-hmm. people are kind of afraid for strange objects like cameras and duct tape on a tree. But this was set in a private scene, and this was made at my childhood home, mm-hmm. where there are a lot of memories, like climbing in that tree. Yeah. And I wanted to capture it as it was, but also accept the fact that things just are changing and transient. Yeah. I think it's how do you say it? I sometimes lost the words in English. I say it's accomplished. I think you accomplished the capturing this. Really nice. Thank you. Yeah. We show it once again. And this one is hanging here now in the exposition, or this is a bridge to what's now here. Yeah, this was last year, mm-hmm. and I made two from the other side as well. Yeah. But this year I just focus on the chess pieces only. Yeah. So in which container are they? 18. Yes. So you're close to each other. Yes. You're close to each other. Yes. Nice. Yeah. Neighbors, and on the table as well. Yes. Yeah. Cool. Yeah. It was really cool stories about the photography. Is there some kind of tips or some kind of words you want to give to the viewers to inspire them or take their photography to another level or think about it? Photographer's role, not mine. I will let Iris say something. I agree. I can only speak for myself. And if I have to give a tip to myself, it's stay very close to your heart and your problems that you want to focus on, mm-hmm. or. They don't have to be problems, it can be something that makes you very happy. And if you do that, some magic will happen. Yeah, stay close to yourself and then take your camera and... It sounds kind of cliché. No, it is really maybe, but... for me, personally. Yeah, but I heard a lot. This is the 65th episode, and I think in all the episodes, always this is a comeback theme of be close, be true to yourself, be close to yourself. And I think it's that. Yes. And do what you like. You know? Yes. And that's the same kind of thing, I think. Yes. When you be close to yourself, you do things you like. Yeah, that was the main feedback I got from being at the academy mm-hmm. in Arnhem. Mm-hmm. I just had the second year was awful and it was hell for me. I'm laughing now because I learned so much, and the feedback that I got was do what you like, and that's very hard when you want to make something really good. Mm-hmm. So just, I think it's more of letting go than do what you like. Yeah, yeah, it's a combination maybe. Yes. Yeah. Yeah. Cool. That's good words to end the conversation, I think, or not?
you're okay, almost let's, at let's be time. Optimistic. Yeah, yeah. Optimistic. Yeah, let's be optimistic. Yeah, yeah, yeah. It's I said it earlier to you. It's a pity Andre isn't here. Yeah, we met each other in Italy, yeah. And it was a nice experience, and yes. We had a laugh, and we had a beer, and another one, and another one. A lot of cameras. Yeah, yeah. To me next time. Yeah, it's no problem. Yeah. So I we see him another time. It's no problem. We've seen his work. You are here. You can see his work for two more days, Saturday and Sunday, and your work as well. Yes. So it's like 19 and 18. Yes. Containers. Yeah. Now, thank you for being here at my table and talking about your photography and. The photography of Andre, and I hope to see you next time. It was a pleasure. Yeah. Thank you. Okay. Thank you for Super. Inviting us. I will put the video on. Oh, we zijn niet live. Ik wou zeggen, we zijn live, dat is altijd wat ik stel zeg. We zijn niet live, we hebben geen internet, dus we zijn gewoon lekker aan het opnemen. Maar we gaan gewoon wel lekker door met de gesprekken, toch? En, cool. Jullie zijn ronde vijf, met z'n drietjes gezellig. En in Nederlands, eventjes deze keer, is ook wel makkelijk. Praat weer voor mij misschien iets makkelijker, maar leuk. En wat we willen doen is eventjes voorstellen, wie ben je, wat doe je, wat maak je, wat voor beeldmaker ben je. En laten we bij de dames even beginnen aan deze kant. Oké, ik ben Tobin, artist with camera. Ik gebruik fotografie als basis, maar ik maak eigenlijk fotografische installaties. Dus nu is dat in 3D. En ben ik op plexiglas bezig, dus de beelden zijn transparant. En die zet ik dan op een bepaalde manier voor elkaar. Ja, dat. Leuk, nou, je hebt beelden meegenomen, dus je kunt daar gewoon even rustig wat bekijken. Cool. En dan kan je wat meer uitleggen hoe dat zo werk gaat. Ja, leuk. Ik ben Danielle Scheen en ik ben fotograaf. En ik richt me op historische gebeurtenissen. Een project waarmee ik in Rotterdam sta, dat gaat over de walvisvaart uit de 17e eeuw in Spitsbergen. Kijk. En Nederland heeft een florerende walvisvaart daar gehad. Dat is waar mijn project over gaat. Nice. Nou, ja, daar heb je ook beelden van meegenomen. Zeker. En, een tijdje terug zo te horen dus. Ja, die boven, zeker. Ja, leuk. En aan deze kant... En Leon Schreuder, fotograaf. En ik sta hier bij Rotterdam Foto met Naked Rotterdam. Een project waarbij ik 165 Rotterdammers gefotografeerd heb. Gekleed en naakt. Ja, dat zegt de titel een beetje. Dat zegt de titel. Gek genoeg hebben mensen dan toch niet altijd in de gaten. Echt naakt. Echt naakt, ja. Leuk. En dat is het enige waar je nu mee staat. Wat maak je nog meer zoal? Want dit is denk ik het boek waar je mee bezig bent. En dat is eigenlijk het eerste echt grote project wat ik heb gedaan. Ik heb net een master fotografie afgerond. En daar is dit eigenlijk een soort van examenproject van geweest. Mm-hmm. En de rest van de week geef ik les, fotografie, op de Haagse Hogeschool. Oké, leuk. Nou, leuk om te horen. Een beetje kennis delen ook over het vak, zeg maar dus. Ja, absoluut. Nice. En jou? Ja, leuk. We gaan er eventjes wat foto's bij pakken. Even kijken, dan moet ik de goede pakken. Laten we met Daniel beginnen, want die stond als eerste net aan. Zo, en dan zet ik hem even groot. Jouw foto komt als eerste in beeld. Dus degene met de... Ja, leg het eens uit. Wat is het allemaal? Nou, dit is in Spitsbergen. Daar hebben we een florerende walvisvaart gehad. Ik ontdekte dat tijdens de reis, dat we daar heel veel cultureel erfgoed hadden. En dus daarmee besloot ik een project te maken. Ik wist niet dat we een Noordse compagnie ooit hadden gehad. Rotterdam had daar een kamer in. Deze foto, ik ben teruggegaan naar Spitsbergen, daar liggen nog allemaal resten van deze periode bewaard gebleven, vanuit de 17e eeuw. En dus ik ben teruggegaan om te fotograferen hoe de resten liggen als een litteken in het landschap, als getuige van onze aanwezigheid daar. Want dat vond ik heel erg spannend, gewoon van die periode en nu nog zichtbaar, van een walvisvaart waarvan ik nog niet eens wist. Ik wist wel een VOC en we hebben een West-Indische compagnie, maar we hadden dus ook nog een Noordse compagnie. En die ging op walvisvaart. Wat we hier zien, dat is een van de graven die omhoog gedrukt worden uit de grond. Ik zei al net van teruggaan om te fotograferen hoe de littekens, hoe de resten liggen als een litteken in het landschap, als getuige van onze aanwezigheid daar. Mm-hmm. En. Nou ja, dit is een stukje graf. Ik wil beelden maken die aanspreken tot de verbeelding. Ja. Ik heb ontdekt dat er best wel toch veel over geschreven is. En dat gaat met name over zijn meer wetenschappelijke boeken. En ik vond dat de kunst en wetenschap met elkaar verbonden moesten worden.
Ik werk analoog. Ik vind het fijn het verhaal te vertellen. Met een stukje schimmigheid en drama wat ik daarbij in mijn werk verwerk. Ja, mooi. Zullen we nog een eentje bij pakken? Deze. Nou, wat we hier zien, dat is een kruis die staat bovenop een berg, dat heet Utkiek. Mm-hmm. En nou ja, daarin zie je al in Spitsbergen, in Noordpoolgebied, Nederlandse namen terugkomen. De reis hebben we gepland, zijn met een zeilschip gegaan. En we hebben allemaal gekeken van waar zijn nou die Nederlanders allemaal naartoe gegaan. En zo hebben we onze route gepland. Best een spannende avontuur, onzekerheden. Van ligt het er allemaal? Is het er wel? Wat we gelezen hebben. En hoe snel gaat nou eigenlijk een zeilboot? We wisten niet zeker of we op tijd overal aan zouden kunnen komen. Ja. Maar dat is gelukt. En er zijn allemaal plekken geweest waar de Nederlanders zijn geweest. En met ook herkenningspunten die je ergens hebt. Hier keken ze eigenlijk van waar de walvissen vandaan kwamen, of die eraan kwamen en op het moment dat de walvissen gespot werden, dan vlogen ze in hun boten. Kleine roeibootjes met 5 roeiers en een harpoenier, en die gingen dan op jacht naar een walvis. Ja, is het, hoe zei het ook weer, wat is het, de naam hiervan? De Utkiek. De Utkiek, ja. Leuk. Leuk. En deze. Ja. Het gevaar, hè? Want kijk, de wetenschappelijke boeken die beschrijven allemaal de feiten. En ik vind het nou zo spannend, van, het gaat toch ook over het avontuur. Die mannen die gingen weg in de winter en die kwamen daar aan. En dan ze gingen alle weg in een slechte voedingstoestand en kwamen daar ook aan. En dan was het daar ook nog steeds koud. En ze stonden aan allemaal bedreigingen bloot, bijvoorbeeld de ijsbeer. Ja, het is ijsberengebied. Zelf hadden we daarvoor ook iemand nodig, want we hadden onze eigen beerman mee. En die stond op het moment dat ik ging fotograferen, dan hield hij de wacht om te beschermen van mocht een ijsbeer komen. Nou, uiteindelijk hebben we moeten vluchten voor een walrus, maar... Okay, die zijn ook gevaarlijk. Ja, daar zo later van, when a walrus enters your boat, your chances are minimal. Dus, okay. Dat is ook best gevaarlijk, zeg maar, om die tegen te komen. Ja. Ja. En hoe heb je uiteindelijk dan toch de beer vast kunnen leggen? Ja, het was een soort van boot. Nou ja, dat is maar goed, het ging om het verhaal. Mijn verhaal gaat, ik wilde de spanning en het avontuur ook en het verleden laten leven. En ook het gaat over eenzaamheid, de verstilling, ijskoude omstandigheden, een stukje historie, dus ook een stukje verhaal erbij, maar ook de gevaren die waaraan de walvisvaarders bloot stonden. Ja, zoals dus de ijsbeer. Ja, zeker. Ja. En in andere omstandigheden dan wij nu, hè? Want wij stonden liggen met ons cortexje en ons dubbele donsje. Maar die walvisvaarders die gingen op pad en die hadden pofdoeken en een dubbelgaar sokken. En uit hun filterhoed knipten ze een extra zool voor hun schoenen. Dus er werden ook jonge mannen geronseld om mee te gaan met walvisvaart. Ja, begrijp ik helemaal. Ja. Zonder gezin. Leuk, leuk. En waar kunnen we dit verder kijken? In welke container sta jij? Container 12, samen met onze groep. Keer 4, met Rubien ook. Ja, dat heb ik begrepen, ja. Een groep, wij kennen elkaar allemaal van de fotoacademie en zijn daar naar elkaar blijven zien en ontmoeten en supporten in onze projecten. Leuk, ja. Dus container 12, maar ook in Museum Zorgdrager in Ameland voor nieuwsgierig is geworden en voor wie het meer smaakt naar meer dan... We zullen het eronder zetten. Tot eind maart. Ja, leuk. We zullen het eronder zetten in de comments. Dan, als jij me de linkjes even stuurt, dan gaan we zorgen dat het erbij kan staan. Leuk. Zullen we dan even naar deze kant toe schieten, naar Leon? Ja, natuurlijk. Gaan we daarna weer neer? Ja, weet jij er weer zo? Ik heb hem al hierboven een beetje klaarstaan. Ik zie daar een boek voor iedereen zijn... lichaamsdelen staan. Bijna voor iedereen, ja. Bijna voor iedereen, hè. Zullen we eens groot neerzetten? Dan kunnen we een beetje meekijken met z'n allen. Daar is die. Dit is het boek waar je het net over had. Naked Rotterdam.
Dit is het boek waarin inderdaad die 165 Rotterdammers staan. En, van elke deelnemer dus een gekleed portret en een ongekleed portret. Om, het concept is dat je de tegenstelling hebt tussen je publieke persoonlijkheid, zoals je wil dat de wereld je ziet, en de privékant, zoals je werkelijk bent, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat concept is waar dit eigenlijk mee begonnen is voor mij. Maar ik heb wel gemerkt dat in gesprek met de deelnemers dat de motivaties om mee te doen wel veel verder gaan dan dat, veel dieper zijn dan dat. En dat het voor veel mensen een afsluiting is van een periode waarin je heel ziek bent geweest en denkt, nou, nieuwe periode, nieuwe start, ik doe eens iets geks. Ja. Of nooit tevreden bent geweest met je lichaam of altijd opmerkingen over hebt gehad en ook dat weer eens wil afsluiten van nu is het voor mij en nu doe ik wat ik zelf wil en hier ben ik en zo is het. Ja. En je hebt ook mensen die meedoen omdat ze vinden dat de jeugd en men te weinig ziet, meer ziet van wat gewoon is. Gewoon een lichaam, dan zijn we ook een beetje verloren uit het oog hoe gewoon iemand eruit ziet. Ja. Omdat wat je in de etalages en in de media ziet vooral opgepoetst en geperfectioneerd beeld is en eigenlijk ook in onze eigen Facebookpagina's te vaak. Dus verschillende redenen om dat te doen en ja, het is gebundeld inderdaad in een boek met de motivaties van de deelnemers. Leuk, en het boek heb je ook hierbij, volgens mij zag ik op de... Ja, dus het boek staat in de... Superleuk, ja. Ja. Hey, even kijken hoor, ik wou wat vragen en ik wou eigenlijk gelijktijd switchen, want ik ga eerst vragen. Zijn ze makkelijk over te halen, zeg maar, om deze foto's te maken? Mensen mee te doen? Ja, om mee te doen. Nee, niet. Ik heb, denk 60 of 70 mensen die je moet vragen voordat er één zegt van, oh ja, dat doe ik wel. Okay. Het ligt natuurlijk aan hoe je het vraagt, maar ik denk dat ik dat toch wel slim gedaan heb uiteindelijk. Maar ja, het is toch wel een ding. En elke keer als mensen nu in de containers zijn, vraag ik het ook hoor. Zou je meedoen als ik het je zou vragen? Mm-hmm. Over het algemeen is de reactie nee. Maar voordat ze er dan uitlopen, denk ik, ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Nee, en meestal is dan de verklaring van ik wil niet dat mensen mijn werk me naakt zouden zien. Ja. Dus dat risico. De andere kijk, zeg maar. Ja, grappig. Ja. Je zei dat je het goed hebt gedaan. Heb je een speciale manier gevonden om het toch van elkaar te krijgen? Nou, ik ben... het heeft nog steeds 60 mensen dan gekost voordat er eentje mee wil doen. Maar maar het was ook heel serieus dat ik mensen vroeg, ik ga een project starten. En ik weet nog niet goed hoe ik dat aan moet pakken. En dus, vraag om advies, hoe zou je dat doen? Hoe ga ik mensen bereid vinden? Sommige mensen zeiden, nou, ik wil wel mee. Ja, dat heb ik wel maar gewoon. Nieuwsgierig gaan neerleggen en toch wel een beetje beginnen. Ja. Ja. Nou, leuk, toch een heel boek gecreëerd. Ja. Ik moet nog eventjes eentje bijpakken. Kijk. Tja, dit zijn geen beelden uit het boek, maar wel uit het proces. En ik heb dit beeld ooit een keertje samengesteld. Dat is een onderdeel van een presentatie die ik heb gedaan bij de Aardig Onderweg Award, de Rotterdamse prijs van de RET, waar ik de cultuurprijs won en in de presentaties ook wilde vertellen dat we, ondanks dat het heel serieus was en super emotioneel ook, dat we ook veel gelachen hebben. Ja. Dus, dat dit een beetje de behind the scenes zijn van die momenten, zeg maar. Precies, totdat, ja, het is eigenlijk wel een soort van emotionele rollercoaster geweest voor mij, maar zeker ook voor de deelnemers. Ja. En in een periode van een uur dat je mensen niet kent totdat ze uit de kleren gaan voor je en je ze heel kwetsbaar vastlegt, is natuurlijk gewoon bijzonder. Ja. Lukt dat ook altijd binnen een uur? Nee, soms niet. Ik kan me voorstellen dat je dat langer nodig hebt soms om los te raken of om... Precies, nou ja, fotografie wel, maar het verhaal soms is het dan langer. Ik heb een half uur een soort van interview gehouden met ze gesproken, mm-hmm. waarom ze mee willen doen. En dan een kwartier gekleed en een kwartier naakt, fotografie. En meestal was dat wel genoeg. Dus sowieso om daar eventjes wat werk eerst vooraf in te steken, een beetje te babbelen. Nou ja, dat gesprek, het is in de ruimte waar ze ook gefotografeerd werden, dus ook daar wennen en wennen aan mij. Ondertussen kon ik kijken wat hun maniertjes waren, hoe ze stonden, bewegen. Zodat ik op het moment dat ze in het licht stonden, ze kon dirigeren, dat ze weer op een soort van natuurlijke houding daar stonden. Niet te gespannen, wat iedereen natuurlijk wel is. Ik kan me voorstellen als je hier een gaat staan, dat je toch ineens een bepaalde spanning mee krijgt. Ja, maar ook al gewoon gekleed is goed, dat wij hier met een zekere spanning zitten. Als je dan in je eentje in dat licht staat en ik sta er ergens verderop, dat is toch ongemakkelijk. Ja.
En om dan niet iedereen heel hout terug te laten staan, is dat nodig. Ik ga er nog een beetje bij proberen. Je had er ook drie in geleverd. Ik denk dat die derde ook weer was. Deze. Ah, ja. Nee, goed. Het zegt niet meer dan dat het was. Hoewel dit wel veel van de beelden zijn waar steeds gekleed en naakt bij zit. Maar, sorry, als jullie vragen van Jos, stuur eens drie beelden op, dan zou je denken, ja, de beelden die ik heb los zijn wel interessant, maar niet zo betekenisvol. Het gaat om de context, om het geheel. Ja. Dus eigenlijk kan het niet in drie beelden. Nee, ik kan me voorstellen in dit. Zeker als je ook je container ziet, hoe jij staat. Je hebt een hoeveelheid heb je nodig. En als ik er één op stuur, dan denk ik, ja, waarom stuur je een jonge vrouw of een oude man of iemand die een arm mist of wat? Ja. Ja. Dus het geheel is wat je moet zien. En dat lukt eigenlijk alleen maar met zo'n beeld of in de container. Ja, nee, maar dat had ik zelf denk ik ook gedaan. Ja, zeker weten. In welke container sta jij? Nummer 7. Nummertje 7. Nummer. Dat is vlak bij de ingang onder de Rotterdam Foto. Precies, net ervoorbij. Leuk man. Nou, dan, als jullie willen kijken naar Leons werk en een boek wil bekijken, dan kunnen we daar langslopen dit weekend. Graag. Zaterdag, zondag. Ja, leuk. Gaan we naar Tubi. Top. Cool. Leuk. Even kijken hoor. Zullen we gelijk met een fotootje beginnen? Is goed. Kun jij lekker een beetje erover ballen? Ja, ik heb alles, die dank dus ook in de container. En de serie heet Nature Calling. En ja, ik ben de laatste tijd heel erg beroerd met climate change. Ik ben daar heel erg mee bezig. En ik was dus een jaar geleden ook op backpack trip. En dit moment was op de dag dat Trump was elected. Ze was daar ook in een hostel met Amerikaan en heel veel internationale Duitser en Nederlander. En iedereen was heel erg ermee bezig. Het was ook groot in het nieuws en op een gegeven moment waren we op de scooter richting de zonsondergangspunt. Mm-hmm. En er kwam er ook een Indoor naast ons rijden en Trump was elected. En wij echt zo, we zijn in the middle of nowhere. Het leeft gewoon. En wij natuurlijk ook heel sad, heel onzekerheid, angst, dat kwam best wel naar voren. Mm-hmm. En toen zaten we alleen op zo'n soort van berg, echt heel, het leek een beetje een soort van Engeland groene landschap en dan een supermooi zonsondergang. En ik zat verder vooraan om een beetje alleen te zitten en ik was gewoon aan het huilen omdat het A, zo mooi was en B, was Trump elected. Dus ik zag eigenlijk gewoon de hele wereld een beetje kapot gaan. Ja, dus het is ook bijna een soort met van doomsday dit of zo. Ja, want het heet ook dooms. Oh, sorry. Dus cool dat je dat eruit haalt. En het is ook truth and fake natuurlijk. Dit is, de truth is climate change obviously. Mm-hmm. Maar het zijn meerdere images, dus ja, dat is dan weer fake. De kleuren zijn overigens wel real, dus dat is wel weer heel grappig, want je denkt echt, dit is echt nep, maar het was echt. Het zijn multiple exposures, zeg maar. Ja, gewoon meerdere inderdaad in elkaar geplakt, zeg maar. En eigenlijk, in de container hangen ze in 3D, want ik maak dus eigenlijk 3D installaties. Ja. En deze, je kan wel een foto maken van het werk, maar dat zegt toch niet helemaal wat. Dus ik nodig ook iedereen uit om te komen. Ja. Want er zit ook licht achter en het zijn transparante beelden, dus het is een 3D effect. Het is meer gelaagder, zeg maar. Klopt, het is heel interessant. Ja. Dus dit is een onderdeel van die serie. Dus, leuk. Zeker. Zeker moeite. Ik ben nog niet in alle containers geweest, dus ik heb hem nog niet gezien. Dus ik kom zeker even langs. Ja, leuk. Even kijken, dan pakken we de volgende. Ja. Die hebben we hier. Ja, dit is de palm oil plantation. Deze is ook eigenlijk op hetzelfde lager achter. Dan zie je dus dit beeld. Mm-hmm. En daarvoor zit hetzelfde beeld, alleen dingen uitgesneden, waardoor de dieren eigenlijk naar achter verdwijnen. En ik was dus op Borneo en Maleisië en daar ging ik echt op zoek naar de orang-oetangs. Maar ik heb ze alleen in een rehabilitation center gezien, dus niet in het wild. Ja, het was wel in het wild, maar ze komen daar omdat ze gevoerd worden daar, dus ik noem het semi-wild. Ja. Voor mij was het heel pijnlijk en we reden ook 3 uur de jungle in om een soort van, ze noemen dat dan cruise, maar dat is gewoon een bootje en dan kan je orang-oetang zien en in olifanten en crocodiles en whatever. maar we hebben ze dus daar niet gezien. Maar wel langs die weg toen we daarheen gingen, heel veel palmplantages en ik werd dus zo, ik dacht wel eerst van wauw, wat mooi groen. Maar toen dacht ik, hallo, hier stond eerst het rainforest en nu is het dus
ja, palmplantages, nou lekker dan. Dus dit is eigenlijk mijn ja, soort van truth van oké, weet je, we hebben nu palmplantages, maar geen rainforest meer. Nee, en de dieren verdwijnen ook nog. De dieren eigenlijk ook niet. Ja. Ja. Dus ja, je ziet dus de orang-oetans in de buitenkanten ook echt heel vaag. Ik zie nou nu pas deze uit, ja, ik heb alleen die gezien. Ja. Dus heel veel mensen, die dan moet ik ook echt aanwijzen, kijk hier zitten ze. Ja. Dus dat is wel grappig. Oh ja. Dus, en zeker als het hangt, is het waarschijnlijk ook nog wel dat het, hoe je ervoor staat, dat het misschien ook wel weer anders is. Ja. Ja, en de olifant zie je dan wel gelijk. En het leuke is, de varens van de bomen, die zijn ook... die bewegen een beetje als je ervoor staat. Dat, ja, ja. 3D-effect is wel grappig. Ja. Leuk. Ja. En deze ook? Ja, ik ben dus ook op die backpack trip gaan duiken. En heb je wel eens gedoken? Nee, alleen nog maar in het zwembad. Oké. Nou, dan mis je alles. Dan mis je de helft van de wereld. Want de helft van de wereld zit onder water. En alles wat je in je fantasie... Ik heb best wel veel fantasie. Alles in je fantasie is waar, want het is onder water. Alle kleuren die je hebt, heb je in koraal en allerlei vormen. En ja, ik ga nu alweer stralen en bijna huilen omdat het zo mooi is. Ik word er gewoon zo blij van. En als de zee dus een stem zou hebben, dan zou die ook schreeuwen en ik zie er een doodhoofd in. Ja, ik zie het ook weer. Ja. Een skelet. Ja, precies. Ja. Zo van help, we gaan hier dood onder water eigenlijk. Het klinkt een beetje dramatisch, maar zo voelt het ook. En ik heb ook weer hier dus meerdere beelden in elkaar gecomprimeerd en schetsen. Ik wou het zeggen, wou vragen, er zit volgens mij ook iets van een schets in ofzo, of tekening. Om dus het koraal, wat de meeste mensen niet zien, als ze nooit gedoken hebben, dan zien ze dat niet zo. Maar die zit er wel in, dus het is een soort van dubbele laag. En waarom ik dus in lagen werk is eigenlijk omdat ik, in mijn hoofd is een wereld, net als iedereen, je ervaart de wereld op een manier, maar er is ook nog de echte wereld. En fotografie is voor mij dus, of kunst, is voor mij wereld om dat samen te brengen. Ze moeten het ook in meerdere lagen. Omdat, dus meerdere lagen in half zijn eigenlijk. Ja, kun je het ook daarin in de buiten brengen. Ja, precies. Ja. Ja. Super mooi. Ja, thanks. Dus deze hangen allemaal in die constructie zo elkaar. Ja. Nummer 12. Nou, zeker cool. Kijken waard, denk ik. Als ik thanks. Dus ik ga daar morgen of overmorgen even tijd voor. Ja, leuk. Ja. Ja, ik zie de doodshoofd ook wel hier. Zo met hier dan twee grote ogen en dan hier zo'n beetje dat... die open neus toch? Ja, het grappige is, het ontstond ook. Het is niet dat ik het zo gemaakt heb, maar het ontstond. En dan dacht ik, wow, dit is eigenlijk wat ik bedoel. Mm-hmm. Dus cool. Ja, leuk. Ja. Hoe ervaren jullie het tot nu toe hier om te staan? En de mensen om je heen die de container in komen, zeggen van, hey, over je werk komen praten en dingen komen kiezen. Ja, leuk. Tof. Ja, tof. Ja, het is gewoon ook veel animo en mensen zijn echt geïnteresseerd, ondanks het slechte weer nu. Ja. Maar ze komen binnen en heel gerichte vragen en puur uit interesse. Leuk. Dus er is genoeg animo en genoeg vragen. Ja. En van weekend wordt het alleen maar drukker, begreep ik van Marcel. Nu was het al heel fijn, want eigenlijk was er continu wel dat er iemand in de container ook was. Ja. En aan wie je wat kon vertellen. Of niet met z'n mogen. Ja, ze kunnen zelf kijken, ze geeft vanzelf aan. Ja, precies. Ja, maar dat was gewoon heel fijn, omdat je dan ook de mensen ook gewoon aandacht kan geven. Ja. Leuk. Wat zou je de mensen die nu meestal te kijken nog willen vertellen over beeld maken en over je ding doen? Zou je een tip of een inspiratie iets mee willen geven? Ik mag erover na. Nou, ik zou zeggen, kom gewoon kijken, want je wordt gewoon gratis geïnspireerd met allerlei visuele dingen. En voor mij is kunst gewoon ervaren en voelen en komt dat gewoon live doen. Ja, die van jou moet je sowieso live kijken, begrijp ik, als ik het zo zie. Ja. En ik denk bij jouw container ook wel, het imponeert als je er in één keer binnenkomt. Ja, het gaat wel echt om de hoeveelheid, maar meegeven denk ik op zich is wel interessant om na te denken over de vraag van, zou jij doen trouwens? Ik zeg niet meteen ja, maar ik zeg ook niet meteen nee. Ik zou er even over na willen denken, maar dat doen we wel vaker. Maar dat dus. Dan kom ik zonder wat terug, goed? Op het antwoord. Ja, en ik denk dat het ook een toevoeging heeft op het moment dat je moet kijken, dat je ook veel meer de verhalen ook achter de fotografie. Ja. En dat maakt het ook
het kijken naar het werk veel interessanter. Zeker weten. Ik had net een Italiaanse aan de tafel zitten in de eerste of de tweede ronde. En die legt dan ook het werk uit en ineens kijk je het anders naar en denk je, nu, dan zie je nog meer eigenlijk waar het naartoe gaat. Dat doe ik ook. Als ik een container binnenkom, dan vraag ik echt naar het verhaal en dat kan ik wel lezen, maar het is veel leuker om nog meer achtergrond te horen. Ja, zeker. Ja. Maar dat is ook wat Marcel meegaf in het begin, hè, dat hij zei van loop de containers binnen en ga gewoon de gesprek aan, ga de dialoog aan om te vragen hoe het is. En het is ook leuk om dat te leren kennen. En wij van Obscura staan er ook voor. Ik maak kennis met de beeldmakers, dus ik daag iedereen uit. Ga kennis maken met deze beeldmakers en kom in container 12 in container 7 even zeker kijken. En ze zijn nog het hele weekend, zaterdag en zondag. Zondag is het tot 6 uur volgens mij en zaterdag tot avond, hè, totdat de talks zijn. De talks zijn om 8 uur. Ja. Zijn de containers te gaan daarvoor dicht. Dus kom zeker even langs en jullie hartstikke tof dat jullie aan tafel willen komen zitten en je verhaal willen doen over jullie beelden. En we gaan de laatste ronde en dan hebben we van 8 tot 11 uur lekker zitten babbelen hier over fotografie en dat soort dingen. Ja. Leuk. Toch? Ja. Nou, hartstikke bedankt en till next time. Yes, bedankt. Yeah, thanks. Ik ga een video weer aanzetten. Zo, daar zijn we weer met de laatste ronde. Ronde 6 zitten jullie in. En hebben we aardig wat mensen aan tafel gehad. We gaan lekker praten over jullie werk, waarom jullie hier staan op de expositie en wie jullie zijn als beeldmaker. En ik zou zeggen, stel jezelf eens voor, wat maak je, wat doe je en wie ben je? Okay, nou, ik ben Robin, mijn fotograaf uit Den Haag. Het grappige is dat alleen nu op deze expositie ben ik niet echt mijn eigen foto's aan het laten zien. Het is een verzameling foto's die ik heb verzameld over de jaren met Marktplaats, eBay. Of op was gevallen. Mm-hmm. Een heel gek project dat eigenlijk al tijdens de academie was begonnen over mensen die hun opgezette dieren aan het verkopen zijn bij eBay. En het viel me dus op dat zij dus die beesten terug in de natuur stoppen en er een fantastisch mooie foto van maken om het daarmee weer op de eBay te verkopen. Okay. En ik vond het zo hilarisch en zo amazing dat dit wordt gedaan. Dus ik ben door de jaren heen ben ik eigenlijk dat gaan verzamelen. Ik heb een hele grote verzameling thuis. Leuk. En eigenlijk gewoon een selectie daarvan ik hier op de foto's en ik laat zien. Die hangen hier en superleuk. Ja, komt wel goed bij het thema toch? Ja, ik vond het ook wel. Ik vond het echt perfect passen. Vandaar heb ik het ook meteen gestuurd. Je hebt de beelden meegenomen, dus gaan we daar even lekker erbij pakken en dan kun je er even wat meer bij vertellen. Leuk. Leuk. En aan deze kant? Yes. Ik ben Elisa Bordeaux en ik laat verschillende beelden zien uit verschillende series. Maar wat eigenlijk de samenhangende thematiek is in mijn werk, is dat het voornamelijk gaat over de Indische gemeenschap. Dat ik zelf ook Indo ben. En heel erg verwonderd was en geïntegreerd ben door hoe het verleden eigenlijk nog heel erg afspeelt in het heden. En hoe dat heel vaak onzichtbaar gebeurt, maar toch heel veel mensen raakt. Ja. En het beeld wat ik hier exposeer komt uit de serie De Verstikking van het Paradepaard. En het slaat heel erg op onze koloniale verleden. En daarbij hebben mensen eigenlijk een persoonlijke verhaal aan mij laten vertellen, met mij laten delen. En daarvan heb ik zelf beelden gemaakt die naar mijn weten een beetje meer het gevoel laten zien wat die mensen nu hebben, wat ze zelf mij vertellen. Mm-hmm. Ook met mijn vertaling dan erbij. Een beetje het beeld erbij. En dan in een iets modernere beeldtaal dan wij in deze thematiek normaal wordt verteld. Ja. Want dat is vaak met Tweede Wereldoorlogsfoto's. Dus om dit topic, wat toch al een beetje aan het verstoffen is, toch weer onder de mensen te krijgen, probeer ik het dan met een nieuwere beeldtaal. Leuk, ja. Leuke uitdaging ook om dat dan op een andere manier neer te zetten. Zeg maar. Dus niet van standaard. Ja. Het ontstaat eigenlijk vanzelf, omdat we nu in deze tijd leven en ik ook gewoon beeld maak. En niet bewust voor het wit schieten op onderloop of zo. Want het is gewoon, het is met de tijd meegegaan. En de verhalen, vind ik, moeten dan ook met de tijd meegaan. Ja. Om nog te kunnen spreken. Tot We hebben de beelden ook van jou zo, dus die gaan we er ook lekker bij pakken. Ja. Zullen we bij jou beginnen? Ja. Met de beelden, gaan we een beetje heen en weer zo over switchen. Even kijken hoor, dan ga ik er even de eerste bij pakken. Je hebt het net al een beetje uitgelegd. Ik zou zeggen, vertel eens verder wat dat wat zien. Ja, het lijkt dus een echt hert, een natuurfoto, zoals een natuurfotograaf dat zou vastleggen. Ik heb geen idee of ik nu ook zie. Mm-hmm. Maar het is opgezet. En dat is dus die trick die ik heel erg grappig vind, dat er mensen die moeite doen om zo'n beeld te creëren,
om te verkopen en uiteindelijk verdwijnt het. Het is gewoon heel toegankelijk. En het gaat ook met al die andere beelden eigenlijk die ik heb ingestuurd. Het is ja, die tijdelijkheid. En nu ben ik meer zo iemand die ervan zorgt dat het langer meegaat. Meegaat, ja. Je laat het weer zien in anderen. Ja, het begon eigenlijk omdat ik zelf een vieze hipster ben die gewoon opgezette dieren heel graag in mijn huis wil hebben. En dat de titel is dan Astro I Still Want a Fox. Omdat ik nog steeds eigenlijk wel heel graag een vos in mijn huis wil hebben. Ja, ja. Maar uiteindelijk is dit misschien ook wel wat fijner voor de dieren ook. Dat ik gewoon denk foto's verzamel in plaats van echt dieren. Ja, wel leuk. Dus je hebt, laat maar zeggen, echt een door die zoektocht daarnaar kwam je dit eigenlijk tegen. Ja. En dat gaan meenemen. Ja, en dit ben ik dus dan maar gaan verzamelen eigenlijk. Ja. Dus dan heb ik echt een hele verzameling aan andere beelden die ook allemaal plaatsvinden in die hele taxidermie. Het is echt gigantisch. En echt 15.000 hits als alleen maar op eBay de opzet dieren in het lief. Nee, ja. Maar ook meisjes die met stierenhoofden poseren. En het is echt fantastisch gewoon alleen om daarnaar te kijken. Dus je bent een hele collectie aan het aanleggen, zeg maar. Een collectie van dit soort verkopers. Ja. Superleuk. Ja. We gaan even kijken naar de volgende. Eens even kijken. Deze. Hier zie je het wel iets meer. Je ziet iets meer dat het nep is, ja. Ja. Dus, Er zit nog een heel, een heel plateau onder, zeg maar. Ja, en het is gewoon echt, ik vind het heel grappig. Ook op een gegeven moment dan zijn er ook dieren die aan bomen worden opgehangen. En het is gewoon bijna niet humoristisch. Om het zo echt mogelijk te maken, maar ook niet. Nee, het kan gewoon niet. Dus nooit, heb je dan ook in de expo weer dat zien, er een wolvenhoofd die in een boom hangt. Dat is gewoon alleen zo'n nog netjes in. Het is gewoon, het heeft bijna iets naars, maar aan de andere kant ook heel humoristisch hoe ze dat neerzetten eigenlijk. Ja. En dat fascineert me gewoon heel erg, dat soort dingen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus gewoon, Mag ik iets vragen? Ja. Want hoe selecteer jij die beelden? Want je ziet er echt 15.000 of zo. We verzamelen ze allemaal als er een raadje erin zit. En nu heb ik dan voor deze tentoonstelling een edit gemaakt van dieren die echt gewoon in vol beeld opstaan. En er zijn ook vaak genoeg heel gek dat dan een heel dier, maar dan hebben ze alleen een close-up gemaakt. Ja. Dat het een heel spannend beeld wordt, maar je weet eigenlijk niet wat je aan het kopen bent. Nee. Een stukje natuur. Ja, bijzonder. Dus je hebt allemaal mapjes met hoofd, halfhoofd. Je zit alleen maar te bladeren. En nu ook, dan nu hebben we mannen die dan zo'n hoofd ook vasthouden. Dan nu ook, dat is weer iets nieuws. En dan lijkt net zo'n motor aan het rijden zijn. Oh ja. Zo poseren ze dan alsof ze van een chopper zitten. Ja. Okay. Ja, het is echt, het wordt alleen maar groter deze. Dus je hebt ook een soort van trends binnen die foto's ik maken denk bij. Het, zeg maar. Ja, het is echt, de oude beelden zijn dan met zo'n blauw boekje wat je ook met mijn kinderen mee fotografeert op scholen. En dan, ja, het bedrijf maar zich telkens hebben allemaal een soort van trend hoe je dus die mensen evolutie van de taxidermie. Bijzonder, dus ja, heel bijzonder. Even kijken hoor, we hadden er nog eentje. Ja dit is de wolf en de boom. Ja, het heeft zeker iets bizars, maar ook uiteindelijk wat je zegt, iets komisch bijna. Ja, het is heel bijna, het is gewoon heel humoristisch kan vind ik het worden. Ja. En die mensen zijn gewoon serieus aan het gewoon serieus verkoop. En die titels zijn ook fantastisch, want dan worden het hoofdletters. En no, zoals in Nederland kun je dat ook niet zien, maar in container heb ik ook een screenshot van hoe ik ze vind. Mm-hmm. Uitgeprint, een screenshot van mijn laptop met een eBay en dan is verkoper. Een klein beetje reclame aan voor ze. Maar je ziet dan ook gaan, ja. Dat er ook, ja, er zit geen, het wordt helemaal uitgelegd in de details wat je dan wel krijgt, maar niet wat je ziet. Ja. Ja, dus je hebt de foto en zowel de marktplaats ad, zeg maar. Ja. Grappig. Ja. Het beter, denk je? Ik weet het niet. Ja, het is, ik heb zelf nog niks gekocht van. Okay. Ik krijg wel heel veel meldingen nog van are you still interested? En dan kan heel veel naar zitten kijken natuurlijk. Dus het is echt een bizarre trend daar. Ja, ik wist er helemaal niet van. Als je vanavond thuis komt, je hebt nog niks te doen. Even googlen. Even lachen. Ja, even kijken, laten we naar dit soort plaatjes. Nee, ik ga het zeker bekijken. Ik ben nog niet bij jou in de container geweest. Met welk nummer sta jij? 25. 25. Nou ja, als jullie willen kijken, dan kun je er eventjes langs bij 25 vragen stellen. Met je hond neus. Ja. Superleuk. Ja. Zullen we jouw foto's erbij pakken? Ja? Ja. Nice. En even kijken hoor, die hebben we hier zo staan. Ja. Deze foto wilde jij als eerste hebben. Ja, dit is de foto die ik ook hier heb hangen. Mm-hmm. Aan de buitenkant van de container. En deze komt dus uit de verstikking van het paradepaard. En wat ik heb geprobeerd is echt om een bepaalde
symbolen erin te verwerken, zoals de blauwe hand. En, maar ook met de techniek te spelen, zoals het harde flitslicht en de positie waarvan ik fotografeer. Om echt het gevoel dat die mensen mij hebben verteld, proberen over te brengen. Ja. En het gaat eigenlijk om best wel zware thematiek, dus daarom ben ik blij dat het... blij. Is het fijn dat zeg maar, de beeldtaal iets frisser of zo... disclaimer, maar... Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, het is ook weer misschien toegankelijker naar een jeugdiger publiek om het ook bespreekbaar te houden. Ja, dus het moet een beetje... Mijn doel was in ieder geval dat het ook aantrok van voor mijn generatie, om te gaan kijken, oké, dit is echt heel raar, wat gebeurt hier? Ja. En in dit beeld probeer ik dan eigenlijk geschiedenis te vertellen. Dus, ja, op een nieuwe manier, in een nieuw jasje. Ja. Ja. Ja, interessant. Ik wist dus niet wat die blauwe hand betekende. Nu heeft het meer betekenis omdat je het zo uitlegt. Ja, het komt zeg maar van het zwijgzamen wat best wel bekend is in de Indische gemeenschap. Maar in mijn optiek is het zwijgzamen van twee kanten gekomen. En van de mensen die moeilijk over oorlog praten, wat over het algemeen wel na oorlog is. Ja. Maar ook het opgelegde zwijgen vanaf de regering, zeg maar, vanaf de overheid. Mm-hmm. En dat is nu steeds meer in het nieuws aan het komen, dat wel meer bespreekbaar is en open wordt gegooid. Maar dat was niet heel lang het geval. Nee. Dat was heel lang niet het geval. Niet het geval, ja. Ja. En dat zit nu al op de 70 jaar, dus dat dit nog steeds belangrijk is, dat mag ook in beeld. Merk je ook dat het helpt, zeg maar? Dus dat hoe je het op deze manier doet en dat het meer bespreekbaar wordt, zeg maar. Ja, voor oudere generaties uit de gemeenschap die dit zien, is het nogal shocking. Mm-hmm. Ook wel vaak discuteerbaar of het wel of niet, discuteerbaar of het wel of niet gezien laat worden. Ja. Maar voor jongeren, die krijg je, ik krijg voor het vragen van oké, wat is dit dan en waarom zo heftig? En dan kan ik erover praten. Dus mijn doel was ook wel naast het modernere jasje om dialoog echt aan te gaan. En vooral ook informatief ten opzichte van de jongere generatie. Ja. En dat werkt wel. Ja, dat kan ik me wel voorstellen met zo'n beeld. Want hij zit hier dus achter op een container. En dat zijn de singles, zei je. Dat is de grote prins op de container. Nou, gisteren. Weet je ook welke container het is waar hij op zit? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar het is, als je uit Noord komt, is hier zo over de brug, dan is het eigenlijk gelijk aan de rechterkant. Maar gisteren liep bijvoorbeeld een klein jochie er langs. Heel naki, ja, zo'n vrouw is naki, weet je wel. Ja, die zien dat dus wel, ja, natuurlijk. Maar gaan dan ook even langer kijken van wat zien we nou precies. Ja, ja. Dat zal voor die kleine zijn. Ja, dat moet ik uitleggen. Om dat zo te doen, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Ja. Die zullen dat het eerste zeggen. Ja. Ik zal wel een beeld erbij pakken. Kijk hoor. Deze komt uit een eerdere serie. Spiced Inheritance, dat heeft dus dezelfde thematiek. Maar hierin ging ik op zoek naar sporen in mijn eigen familie van het verleden. En dat is ook een beetje de reden dat ik ben begonnen met deze hele, met al deze series over deze thematiek. Omdat het best wel persoonlijk begon, omdat mijn ooms en tantes zijn nu al wat ouder. We beginnen toch aardig bejaard te worden, zeg maar. En ze zwijgen over het verleden nog steeds, zoals in veel Indische families. En daarmee gaan verhalen echt verloren. En de generatie van mij, die vraagt zich nog steeds heel veel af. Want nooit is, verwoordelijk nooit is verteld, maar het gevoel is er wel. Je weet dat het er is, maar je kan het eigenlijk niet echt een plekje geven. Dus ik ging die sporen zeg maar proberen vast te leggen. En daarmee ook het dialoog proberen te openen voor mijn familie. Ja. En dat is uiteindelijk niet gelukt, maar dat niet is gelukt, dat geeft ook weer heel veel aan over hoe moeilijk en complex het is. Ja. Ja. Je hebt in ieder geval heel erg je best voor gedaan, maar op een andere manier toch ook voor elkaar te krijgen. Het is echt belangrijk, want een oom van mij die ligt nu met een best wel ernstige dodelijke ziekte op bed. Dat heeft dan niet met die oorlog te maken, maar daardoor heeft hij tijd om na te denken en merk ik dat hij heel veel trauma's heeft. En, dat hij echt huilend wakker wordt. En niemand weet wat er eigenlijk met hem is gebeurd. Dus eigenlijk nu ze ouder worden, komt dat verhaal juist weer naar boven. En wat moet je er dan mee? Ja. Dat is denk ik wel een belangrijke vraag voor veel mensen. Maar vertelt hij er dan ook wat meer over, omdat hij nu in die fase is? Nee, is helemaal niet. Het klapt helemaal dicht. En dat is de reden dat ik meer breder ben gaan zoeken in de gemeenschap. En in Nederland wonen meer dan 1 miljoen, bijna 2 miljoen mensen die bloedverwant zijn met
mensen uit Nederlands-Indië. Dus ja, heel veel mensen dragen zo'n verhaal mee. We hebben er nog eentje volgens mij. Ja, dit is een bejaarde man dansend op een kumpulan. En kumpulans zijn bijeenkomsten van de Indische gemeenschap. En die komen we eigenlijk wekelijks voor in Nederland, op meerdere plekken tegelijkertijd. En ik vond het best wel zware thematiek worden op een gegeven moment. En ik wilde eigenlijk stoppen met gewoon kijken naar het verleden en echt de leuke kant van de cultuur belichten. Mm-hmm. En toen kwam ik dus op die bijeenkomsten terecht. En wat ik, ja, het vermaakte me heel erg, maar het vertederde me ook heel erg. Want mensen, vooral boven de 65 plus, gewoon met z'n allen elke week aan het dansen zijn. En echt aan het dansen zijn, ja, zeg maar. Echt gewoon, ja, echt je... Ja. Nou ja, wat een conditie hebben die mensen. Echt hoor, want ik heb daar een tijdje met mijn camera rondgelopen. Ik was back-up. Mm-hmm. Maar die mensen dansen gewoon echt zo 6 uurtjes achter elkaar. Je ziet het hem ook echt, je ziet het ook echt, ja, staan in de mimiek en al die dingen. Ja, en discobal erboven. En, ja. Nou, als je dan inzoomt, dat is misschien nu moeilijker, maar ja. dan zie je Indische elementen bij zijn, bijvoorbeeld zijn das, yeah, is van batikstof gemaakt en hij heeft echt zo'n ring met een grote steen erin, wat veel Indische mensen ook hebben. En dus het Indische komt uiteindelijk wel terug in mijn beelden. Yeah. En ik wilde ook echt de mooie kant belichten, maar ik kon er niet omheen dat het uiteindelijk toch weer een, ja, zwart randje meeneemt. Yeah. En wat ik dus heel erg merkte is dat ook dat uitgerustte verleden ook op die parties, maar ze noemen het ook dance parties, dus ja, ga je mee naar de dancing, de dance, ja, party, ja. En dan komen ze met de relaties en zo en dan gaan ze allemaal dancing. Dat is echt gewoon een manier, een manier om het ook een beetje allemaal een plekje te geven, ja, om dat, te vergeten. Dat en, zo. En dat vind ik heel mooi dat het bestaat en ook noodzakelijk, maar het is nog aardig in privé sfeer. Mm-hmm. Dus iedereen is welkom, maar je moet maar net weten, ik wist zelf ook niet dat die parties er waren elke week om de hoek, weet je wel. En vooral hier in Den Haag en Rotterdam heb je echt veel parties. Ja. En ook al praten ze niet, terwijl ze dansen, ja, verwerken ze, zijn ze samen, zeg maar, ervaringsdeskundigen die een heel stuk geschiedenis wegdansen. Ja. En dat vond ik heel mooi, dat is ook mijn recente onderzoek eigenlijk, ja, naar hoe dat gepresenteerd wordt in het verleden op zo'n party. Ja. En, dus het is heel hartstikke leuk om te doen en het heeft ook hele trieste kanten. Ja, ja, het is eigenlijk een beetje je hebt beide kanten een beetje aangestipt eigenlijk, zo dan maar. Ja. Ja, super. Hey, en de fotografie, we hebben net jouw beelden gezien van de opgezette dieren. Wat maak je zelf voor beeld? Wat ben je zelf voor beeldmaakster? Ik maak zelf lange projecten waarbij ik vaak reflecteer op het gedrag van de mens en van mezelf. Dus vandaar dat het natuurlijk dat het perfect bij me past, ook wat ik niet zelf creëer. Dus het is wel waar ik me heel erg in interesseer. Ik heb 2015 een fotoboek gepubliceerd over de schietvereniging hier in Nederland. Dus, het gaat een beetje over identiteit, zelfexpressie en ja, wat zegt de open maatschappij nu. Dus dat ben ik voornamelijk aan het onderzoeken. Helaas kan ik het niet zien, want ik heb nu alleen op beelden gestuurd. Nee, maar we zetten gewoon sowieso ook in de comments jullie links ook neer dat je daar naar werk toe kan gaan. Dus dan kunnen we wat laten zien, zou ik zeggen. Ja, dat is ja, ik ben nu op dit moment weer een heel nieuw project bezig, wat heel wat anders is. Ik doe altijd iets anders eigenlijk. Het is niet echt in thematiek, het is natuurlijk identiteit, maar het is niet echt een bepaalde groepering of wat dan ook. Nu ben ik bezig met het fotograferen van lipsticks. Okay. Van mijn vrouw op mijn eigen omgeving en niet. Ik ben op zoek naar mensen die ik allemaal kan fotograferen. Mm-hmm. Want het begon een beetje met een vriendin van mij, die had haar lipstick aan liggen nadat we een feestje hadden gehad. En ik was aan het opruimen en haar een Charlie tas aan het maken. En ik dacht, nou ja, ik dacht dat mijn lipstick was met hetzelfde merk, maar het was het niet. En er zat een hele bizarre vorm in. En zo ben ik dus gaan kijken waar iedereen in mijn omgeving. Iedereen heeft dus eigen vorm. Ik weet niet of jij lipstick bij hebt toevallig. Maar ik heb een bed op mij. Dus dat vind ik echt fantastisch. Ben ik nou helemaal nu aan het onderzoek aan het doen en aan het nadenken van wanneer draag ik dan lipstick. En het is het moment dat je net even jezelf ook beter wilt produceren. Dus even met zelfexpressie te maken. En ja, daar werk ik nu aan. Ik zal gewoon aan het fotograferen ben eigenlijk. Misschien iets voor volgend jaar om te exposeren. Ja, precies. Superleuk. Hebben jullie nog iets van wat je mee wil geven aan de mensen die een beetje te kijken, laat maar zeggen? Hoe jullie fotograferen, om ze te inspireren en hoe ze zelf, laat maar zeggen, naar dit soort
projecten toe kunnen gaan? Lastig, hè? Ja, goede vraag. Ja. Gewoon doen. Gewoon doen. Ja. Gewoon als je die foto's ziet online, die denk hey, ga ik gewoon sparen. Ja, ook. Gewoon dat doen. Dus gewoon doet ja. Gewoon. Het is gewoon, we hebben nu meer vrijheid dan ooit voor in de fotografie. Het is zich zo aan het ontwikkelen. En het maakt eigenlijk niet meer uit wat er. Ja, je hebt gewoon zo vrijheid erin, digitaal analoog, alles is mogelijk in dit tijdperk. Je kan weer teruggrijpen naar het oude, je kan alles mixen. Ja, ja zeker. Met die, het is gewoon zich zo hard aan het ontwikkelen. Ga er gewoon in los en ga mee. Ja, ja. Ja, daar ben ik ook wel voor. En als het fout gaat, dan ga je weer door naar het volgende. Ja, en je bent gewoon je eigen, je grootste vijand ben jezelf. Dus daar zou ik gewoon niet bang voor zijn. Denk ook, want ik denk doordat je eigenlijk alles kan doen wat je wil, kan je zelf ook heel erg verliezen en mensen gaan nadoen. En vooral met de Instagram en social media. Dus ik denk als je gewoon gekke ideeën hebt van jezelf, dat je denkt, nou ik weet niet of dat ik wel kan, dat juist uitproberen. Ja, juist uitproberen. Ja. En ook in falen. Ik denk dat het gewoon juist goed is. Ja, daar leer je van natuurlijk. Ja. Voelde het voor jou, om daar even terug te komen, als falen om niet dat uiteindelijke resultaten uit te halen? Bij welke? Bij de foto's en bij het laten praten van, ja. Nee, eigenlijk niet. Want juist dat mensen niet praten, dat zegt ook weer heel veel. Waarom praten mensen dan niet? En, of is er geen ruimte dan om te praten? En stel ik dan wel goede vragen? Of forceer ik dan misschien iets? Is het er wel wat ik zie? Dus je krijgt eigenlijk meer vragen. Ik kreeg meer vragen van het project om dingen, terwijl ik mensen dingen vroeg die ze niet beantwoordden. Ja. En met die vragen ben ik toch weer verder gekomen in andere series. Ik ben ook meer gaan leren, meer boeken gaan lezen om het te begrijpen meer. Dus theoretisch gezien, maar. Dus je haalt uiteindelijk toch ook weer meer uit. Ja. Wel te doen. En met wat ik heel fijn vind aan deze project is dat je ook echt relaties opbouwt. Wat jij waarschijnlijk ook in lange termijn projecten. En die ook onderhouden, dat is echt. Ja, dat is wel pittig. Maar het is heel mooi, want daardoor het is een soort schatkist met allemaal parels erin. En elke relatie is weer een ander parel. Maar in deze samenleving, denk ik, met alle korte bevredigingen in wat je maar kan bedenken, is een relatie toch wel misschien het mooiste wat je kan hebben. Veel tijd in stopt, dan krijg je ook hele mooie dingen terug. Ja. En ik denk met fotografie is dat ook. Ja, gewoon ook genoeg tijd erin stoppen, het gaan doen. Ja, dat wel de einddingen zijn. Ja. Super. Nou, jullie kunnen kijken bij jou in de container. Welk nummer was het ook alweer? 25. En jij zit op het nummer, weet je niet, maar je zat op de achterkant mooi in groot. Hij zat in ieder geval in beeld wat wij tussendoor draaien. Zag je hem achter voorbij komen. Ja, met de blauwe hand. Ja, met de blauwe hand. Dus we zijn er nog tot zondag. Staan we hier zo. En ben je ook aanwezig bij de op Art container? Op Art Rotterdam loop ik rond. Kijk, leuk. Nou, leuk dat jullie er waren aan tafel. Jullie waren de laatste aan tafel. Yeah. Helaas niet live, maar ja, dat is met dit snelle praten toch niet zo heel erg. Want normaal doen we de vragen van het publiek in antwoorden, maar we hadden toch geen tijd. Ik ben toch nog wel benieuwd. Ja, dus, dan kunnen ze dat gewoon eronder zetten. En jullie hebben de linkjes, zet ik erbij. En dan kunnen ze gewoon ook met jullie contact leggen. Nee, super tof dat jullie de tijd hebben genomen. Ja, jij ook bedankt. En jij ook. En veel plezier nog van het weekend. En dit was Obscura live vanaf het fotofestival. Fake Truth. Ik ben even wonderlijk naam. Weet je, Rotterdam Foto 2018. Dat was het. Lekker switchen van Nederlands naar Engels, laten we zeggen. Was ook nog een leuk ding voor mij. Ja. En ik merk toch na 3 uurtjes zitten babbelen hier dat op een gegeven moment de woorden ook wel een beetje klaar is. Ja. Maar ik vond het wel gezellig. Leuk. Top. Super. Dank jullie wel.